NPO Radio 1. Max. Zuster, als het is. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ik vind het nog wat koud voor Rokjesdag, maar het is toch echt al wel 9 graden. In ieder geval, dat was het net toen ik buiten was. Vandaag wordt het dan eindelijk zomerse temperaturen. En voordat de warmte toeslaat, gaan we gewoon een nachtzuster maken. Tenminste, dat hoop ik, dat jij even de moeite neemt om te bellen naar 0800-1121. En dan niet met willekeurige groetjes, maar met een vraag. Als er een vraag is waar jij mee rondloopt, al lange tijd, of misschien dat die vandaag in je opkwam, dan is er altijd wel iemand die luistert en die dan een antwoord gaat geven, als je tenminste je vraag doorgeeft. 0800-1121 of een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Twitteren mag via @nachtzuster en er is ook een Facebookpagina, facebook.com/nachtzuster. En op de chat kun je meepraten via je toetsenbord en dat kan via omroepmax.nl/nachtzuster en dan links eventjes de chat aanklikken. Maar het prettigste is natuurlijk als je de moeite neemt om even de telefoon te pakken en zelf je vraag door te geven. 0800-1121. Paul Hoogstra, wakker worden. Ja, die twittert namelijk net dat hij nog een stukje nachtzuster meepakt, maar dat hij van plan is om in langzaam in slaap te vallen. Niet doen hoor, gewoon lekker blijven luisteren. En neem vooral even, als je zit te luisteren, de moeite om een vraag door te geven. 0800-1121. Mevrouw van den Berg. Ja, ik spreek met mevrouw van den Berg uit Utrecht. Dag Utrecht. Ik ben 86 jaar. Mm-hmm. Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar ik zoek een breiboek. Oh. Ik heb best wat kennis en vrienden en vriendinnen, maar die hebben allemaal hun breiboeken kennelijk al weggedaan. En ik heb wol. En als ik dan naar een zaak ga, dan krijg ik geen breiboek. Want dan moet je per se wol kopen, maar die heb ik al. Oh. En ik kan niet breien zonder patroon. Ja, nou ja, dan bent u precies op de goede plek. Hoezo? Nou ja, omdat er ongetwijfeld iemand zit te luisteren met een breiboek. Maar bedoelt u daadwerkelijk een boek? Of bedoelt u de Sandra of de, hoe heet die dingen? Dat is de knippie. Nee, dat is wat anders. Dat hoeft niet per se hoor, gewoon maar een... Een willekeurig patroon. Een boek waar patronen in staan, waar je truien mee kan breien. Oh. En moeten het nog bepaalde truien? Is het voor uzelf? Ja, nee, het is dus inderdaad voor mezelf. En met een rachlanmouw. Oh. Patroon met als er maar één patroon met een rachlanmouw in. Wat is een rachlanmouw? Ja. Weet je wat een ingezette mouw is? Een ingezette mouw. Ja, dat is niet dat je gewoon een vierkantje breidt en er een ander vierkantje opstikt, zodat het een mouw is, maar dat je hem ook daadwerkelijk een ronding laat hebben. Ja, maar die rachlanmouw die loopt dus door tot aan de schouder. Ga je opzij, ga je aan het afkanten. Oh, aan dus er zit de mouw, zeg maar, in het voorpand. Ja, ongeveer. Ja. Oké, dus ja. En wat voor maat moet het ongeveer zijn? Nou, dat moet maat 46 zijn, maar dan staat het toch meestal in die boeken, dan begint het al bij 40. Ja. En 38, 40, en dan loopt het zo door tot de grotere maten. Oké. Nou, en ik ben al zo lang op zoek en ik heb best wel wat vriendinnen links en rechts. Ja. Maar die oudere mensen hebben kennelijk, en jongere mensen ook, die breien al helemaal niet. Ze hebben al die boeken nou weggedaan. Maar u kunt toch, dus, van die tijdschriften dan in de supermarkt kopen waar dan patroontjes in staan? Of is het dat... Nee, daar heb ik ook al naar gekeken. En heeft u nog een voorkeur voor steken? Moet het recht, averecht of een ajour steken? Nee, dat hoeft niet. Maakt niet uit. Rechts en links, heen rechts en links terug. Nee, maar u zegt, u heeft al wol.
Ja, dat had ik ook. Die heb ik al heel lang in huis. Oh. Toen dacht ik ineens, ik zat me te vervelen. Ik denk, begin nou eens iets te breien. Ja. Had ik een patroontje. Zonder raglan, maar goed, ik had een patroon en dat ben ik kwijt. En ik weet bij God niet wat gebleven is. Oh jee. En op wat voor naalden moet die wol van u? Want als we nou een patroon vinden wat op naald 2 gebreid moet worden en uw wol moet op naald 10, dan schiet het niet op. Wordt veel te groot, klein, groot, ondersteboven. Nee hoor, maat, ik ben nu aan het breien met naald 4 en met naald 5. Oké, nou, dan moeten we dat regelen. En waar woont u? Ik woon in Utrecht. Oh, dat is lekker centraal. Oh ja, dat zei u net, hè? Daar begon u notabene mee. Nou, mevrouw van den Berg, u dan even aan de telefoon blijft, want dan moeten we even uw adres noteren. Want als er dan iemand met een patroontje doorkomt, moet ik het natuurlijk wel naar u door kunnen sturen. Ja, dat is goed. Ja. Dus u blijft aan de lijn en dan gaan we er nu wel op de radio een eind aan breien. Hartstikke. Ja, graag gedaan. Dag, mevrouw van den Berg. Dag. Zo. Een breiboek dus, of in ieder geval een patroon voor een trui met een raglanmouw op een naald 4 of 5 in een ongeveer maat 46. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Martin. Goeienacht. Jij wil ook een trui breien? Nee, hoor. Wat wil je wel, Martin? Mijn moeder deed het altijd. Er zit wel altijd lekker gebreide trui. Mijn moeder draait maar rijden ze altijd. Ja. Het is wel lekker. Heerlijk, maar lekker ik warm. Het niet. Nee. Goed. En mijn vrouw doet het niet, denk ik. Nee? Nee, die kent het denk ik ook niet. Oh, weet je dat ook niet? Hoe lang ben jij getrouwd? Wat zei jij? Hoe lang ben je getrouwd, Martin? Bijna 12,5 jaar. Bijna, ja, dat weet je dan, hè? Gaan jullie een feestje geven? Nee, ik wil niet. Ga lekker weg. Oh, maar je weet niet of ze kan breien, te ja of te nee? Nou, ik denk het niet. Oh, oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer. Waar bel je over? Ja, ik had een vraag, of in ieder geval ik niet, maar mijn vrouw begon erover. We zaten in de auto, toen reed een taxi. Ze zegt, joh, waarom hebben die taxi geen NL op de nummer moet zitten? Oh, staat dat op kijken, je nummerbord? Nee, dat is ook zo. Dus, maar ik had dat nog nooit gezien, dus nou zit ik op te letten. En al die taxis die hier zien rijden, zo'n nummerbord, die hebben dat niet. Maar, Martin, niet verder vertellen, maar hebben wij allemaal NL op ons nummerbord staan dan? Ja, je hebt toch zo'n Europees nummerbord, dat je links op je nummerbord heb je in het blauw... Zal ik er even stoppen, even kijken hoe het eruit ziet? Ja, dat is misschien handiger dan dat ik nu naar mijn auto moet lopen. Ja. Nou, even hier stoppen. Dat ken ik nog niet. Maar ik doe het even snel. Voorzichtig. Oh, stel je nou tevoren. Ja. Oh, luisteraar Radio 1 verongelukt live omdat hij naar zijn kenteken... Voorzichtig. Ja, als je je nummerbord hebt... Ja. Dan is het links, heb je een blauw vierkantje zitten of een blauwe rechthoekje. Ja. En er zit bovenop zit het Europese teken en eronder staat er NL. Zit je er weer in? In Nederland. Ja. Dus in Spanje staat er een E en in Engeland staat er geloof ik GB. Zit je erin? Het Europese nummerbord noemen ze dat. Oh. Volgens mij hoor, dat weet ik niet zeker hoe het heet. Maar in ieder geval zo ziet het eruit. Ja. Zit je erin? Maar dat is verplicht, want je mag niet zonder zo'n nummerbord rijden. Dat moet wel, of zo, weet ik hoe het allemaal zit. Martin. Maar die taxis hebben dat niet. Martin. En, ja? Zit je weer in de auto nu? Ja, ik rijd weer. Oh, oké. Nee, even checken. Hè? Ja. Ja, nee, dat is zo gebeurd. Even verder natuurlijk. Ja, nee, maar dat weet ik toch allemaal niet. Ik ben er niet bij. Nee. ik zie jou in gedachten midden op een snelweg lopen om te kijken naar het blauwe balkje op je kenteken. Maar taxis hebben dat dus niet. Ik rijd in Doetinchem. Oh, dus verder niemand. Nou, er stond toch stoplicht, hè? Dus dan kan je gelijk stoppen. Daarmee stoplicht, om te stoppen. Dat is niet helemaal waar, want het heet een verkeerslicht. Ja, oké, weet ik. Maar daar was het omdat het in het verkeer staat. Om te stoppen. Ja, maar... Ja. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, dat was de vraag, ja. Maar we hebben een taxi, nummerbord dat niet. Ja, nou, dat is eigenlijk een... En dat is wel grappig, want als je in Duitsland draait, zoals gisteren in Duitsland reed ik... Ja. Zag ik een nummerbord rijden van een taxi, die had, wat was het nou,
D van Düsseldorf, geloof ik. Of de E, ik ook, weet je niet. En dan achteraan TXI en dan 001 of zo. Oh, dat is mooi, dat je je eigen taxinummerbord hebt. Ja, dat je rijdt, dat het een taxi is. Oh. Maar je had trouwens zelf zo'n Europees steekje erop zitten. Maar wist je zeker dat het een taxi was? Ja, want er was ook een taxibordje op het dak. Oh, dus een beetje dubbelop dan. Ja, maar dan nog wel een grappig nummerbord. Maar die had zelfs een teekje erop zitten van Europa. Die dan weer wel. Een Europees vlaggetje en een D'tje van Duitsland. 0800-1121. We gaan het proberen. Ja, oké. Okay. Dan had ik nog één heel klein kort vraagje. Dat kennen we nog heel snel. Ja. Maar het gaat over Red Bull. Ik drink wel eens Red Bull, want dan krijg je vleugels van. Mm. Maar ik was een keertje moe en ik drink, weet je wel, ik had een groot blikje en een klein blikje. Want ik nog dorst heb gedaan. Dus ik drink zo'n groot blikje op in één keer. En een klein blikje. En ik ben 25 dagen de auto neergezet en ga slapen. Dus dat heb ik vroeger ook wel eens gehad als ik een pilletje slikte. Dat had precies hetzelfde effect. Dus als ik me vraag, wat voor midden zit in een Red Bull? Wat ook een MDMA-pilletje zat vroeger. In wat? In wat voor pilletje? Ik kom uit Kampen. In wat voor pilletjes? Ecstasy-pilletjes. Oh ja. Oh, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, ook een rijpoesie. Ja, heeft iemand wel eens over verteld. Ja, met Red Bull had ik dat. En als ik een Red Bulletje drink, om wakker te worden, wat ze zeggen, dan val ik juist in slaap. En een half uur later werken pas bij mij. Maar weet je zeker dat slaap is? Als ik vroeger een pilletje slikte met pure MDMA erin, dan heb je hetzelfde effect. Dus, ja, dat is het middel van ecstasy. Dus dan vraag ik mij af wat er nou in Red Bull in zit, voor middeltje, wat eigenlijk verboden moet zijn. Hmm. Want ik ken Avi Alnes, wat ook in ecstasy zit. Want het is precies hetzelfde middeltje. Noem je dat een korte vraag? Ja, het is toch net nog later, hè? Ja, 0800-1121. Ik ga op zoek, Martin. Je hebt zeker zelf vaak meer vragen erbij gekregen. Nou, er gaat weer een wereld voor mij open. Oké. Nee, ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Dank je wel. Nou, ik hoor het wel. Goeienacht, hè? Oké, zo. Hoi. Dag. 0800-1121 dus. Ricky? Ja? Hallo. Hallo. Zeg het eens. Nou, ik zit al met 19 jaar. Oh. 19 jaar geleden is mijn man overleden. Ja. En als wij op vakantie gingen, dan hadden we natuurlijk een kamer voor twee personen. Ja. Nu ga ik alleen en dan moet ik dus bijbetalen. Een toeslag voor een eenpersoonskamer. Ja. Maar dan vraag ik me af, als het een eenpersoonskamer is met één bed en één stoel en één tafeltje, waarom ik dan toch bij moet betalen. Want ik gebruik minder handdoeken, ik gebruik minder lakens, ik gebruik minder water, omdat ik alleen ben. Oh, ja. Dat is mijn vraag. Als er twee bedden staan, kan ik het me indenken dat je bij moet betalen. Ja. Maar als je maar één bed hebt, en dat begrijp ik niet. Ik denk dat het is voor het voortbestaan van de soort. Ja, welke soort? Als je alleen bent, kun je de soort niet voorleggen. Precies. Dus het is om u te motiveren om met iemand anders een hotelkamer te boeken. Ja, maar als je 76 bent... Ja, nee, heeft het niet zo... Dan is dat misschien het streven niet. Nee, dat zou het dan wel eens niet kunnen zijn. Nee, dat weet ik zeker. Maar u zit het te vertellen. Ik vraag het me nu ook af, ja. Ja, kijk, je kan indenken als er twee bedden staan... dat je daarvoor betaalt, voor het tweede bed. Ja, want dat kan niet gebruikt worden, tenminste. Tenminste, kan wel, maar... Ja. Ja, maar dan kun je... niet bijleggen, maar die kamer verhuren aan twee mensen. Ja. En die twee mensen betalen de volle prijs. Ja, dus dan zou het nog steeds ontmoedigingsbeleid zijn. Terwijl ze kunnen natuurlijk beter die kamer aan één persoon verhuren dan aan helemaal niemand. Ja, daar wel. Maar als er één bed staat, begrijp ik niet waarom ik nu... Ik heb nu iets op het oog, die is... €819. Zo. En ik moet €100 bijbetalen voor 10 dagen. Oh, oké. Okay. Ik snap niet waarom. En als ik het in een hotel vraag, want ik ga dus meer weg.
dan is het jammer voor, dat is zo de gewoonte. Ja, precies, daar schieten we niks mee op. Want een gewoonte heeft natuurlijk een reden om ontstaan geweest geworden te zijn. Ja. Ja. Dat was eigenlijk mijn vraag. Waarom, als je één bed hebt op een kamer, dat je toch zoveel bij moet betalen? 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Ricky. Dankjewel. Oké, bedankt. Fijne nacht. Goeiedag. Dag. Ja. Youssef. Hallo? Hallo? Hey, Youssef. Dag Astrid, alles goed? Met mij wel. Wie heb je aan boord? Ja, Dennis. Hey. Mag ik maar praten? Ik heb klant, hij is wel bemoeid. Oh, je hebt een klant, ja. Maar je mag even goed telefoneren. Ja, natuurlijk. Ja, maar pas maar. Gezellig. Nou, hey, waar gaat hij heen, Youssef? Ik weet ook niet. Wil komen dan? Oh, hij zit er nog niet. Maar ik ben best een paar slaan. Oh ja, we gaan nog niet gaan rijden, Youssef. Dat is gevaarlijk. Je bent aan de telefoon. Ja. Waar belde je over? Ja, ik heb aan een jongen gevraagd. Als ik slaap, mijn ogen gaan dicht. Waarom? Dat weet ik ook niet. Oh ja, waarom je ogen dicht gaan als je gaat slapen? Ja. Ja. En ook niet dik. Ik moet lekker rijden. Ja. Ja, maar nu niet. Nu moet ik ogen helemaal open. Dus alles tegen station of tegen dingen. Ja, nee. Tegen rotonde. Ik versta me de helft. Maar je moet inderdaad, als jij aan het rijden bent, Youssef, dan moet je je ogen open houden. Ja. Ja, dat doe ik. Ja. Dus heel even tot... Tot hij uitgestapt is en dan parkeer jij en dan doe je je ogen weer dicht. Hey, bedankt Youssef. Goeie rit, hè? Toch? Goed. Enorme soepele communicatie. Ja, bedankt. Goeie rit. Oké. Doeg. Hey, hoesje, dag. Dag. Ja. Waarom doe je je ogen dicht als je gaat... Oh, dan had ik aan Youssef natuurlijk moeten vragen... waarom die geen blauw balkje op zijn nummerbord heeft. Want Youssef is volgens mij van de taxi. Nou ja, er is vast nog wel een andere taxichauffeur... die de moeite even wil nemen. 0800-1121. Dreesje... Ja, goedenacht. Hallo. Hallo, met Reetje Witteveen en Dunsweet. Dag. Ik heb een vraag. Ja. Dat programma dat voor jullie is, dat heet Nooit meer slapen. En ja. Iedere nacht dan irriteert me dat zo verschrikkelijk. Want dan denk ik, ja, nooit meer slapen. Dat is kan toch, helemaal niet. Dat is toch niks waard? Nee. Hebben jullie daar een idee van? Maar wat is de vraag? De vraag is waarom dat nooit meer slapen heet. Ja, naar het boek natuurlijk. Ja, naar dat boek. Ja, het is... Ik vind dat... Het irriteert me iedere nacht. En iedere nacht denk ik bij mezelf... Gadverdarrie, nooit meer slapen. Dat ik ben geen beste slaper, maar nooit meer. Dat lijkt me irritant. Zullen we kijken of Pieter nog wakker is? Ja, doe maar. Ja. Dan blijf maar even hangen, Dreesje. Mag je het zelf aan Pieter vragen? Ik blijf hangen. Dan moet ik even het nummer opzoeken. Moet ik even kijken of ik het nummer van... Ik heb het nummer van Pieter wel ergens. Maar dan moeten we even bellen. Het duurt allemaal even. Maar ja, het is natuurlijk voor het goede... Ik ben toch wakker. Maar Dreesje wist wel dat het een boek was van Willem-Frederik Hermans. Ja, dat is. Oh, oké. Okay. Pieter schrikt zich nu helemaal natuurlijk. Oh, nou, Pieter heeft zijn telefoon nu. Dit is... Jullie slaapt. Nou, hij is nog volgens mij nog niet eens thuis. Maar die heeft zijn telefoon gewoon op de bar gelegd. Boodschappen voor Pieter van der Wielen na de piep, alsjeblieft. Oh. Pieter, hallo met Astrid en met Dreesje. Dreesje Witteveen uit Nuenen was het toch, Dreesje? Waar was het? Nee, Nunspeet. Nunspeet, bijna. Dat is toch... Nou. Dreesje vraagt zich af waarom jouw programma Nooit meer slapen heet. Want dat is technisch niet haalbaar. Zo. Of je even terug wil bellen. 0800-1121. Nou, dag Pieter. Dag. Zo.
Dan hebben we even de voicemail ingesproken. Dus misschien dat Pieter het even door kan geven. Of misschien is er iemand anders die dat even... Want het is natuurlijk... Ja, het is het boek en er zit een diepere betekenis achter. Maar wat is die diepere betekenis dan van nooit meer slapen? 0800-1121. We gaan het uitproberen te vinden, Dreesje. Oké, bedankt. Niet gaan slapen, hè? Nee, dat doe ik niet. Ah, dat zal het misschien zijn. Dag! We bedoelen natuurlijk gewoon nooit meer slapen tussen 12 en 2 en dan op donderdag ook niet van 2 tot 6. Dat zal natuurlijk de achterliggende gedachte zijn. Meneer Peil. Hallo, meneer Peil. Ja, het was mij nooit opgevallen dat inderdaad dat stickertje mist bij de taxis. Oh. Maar ik ben bang, ik heb er ook niet een heel concreet antwoord op, maar ik ben bang dat ze dat bij de RDW zelf ook vergeten zijn. Maar dat is niet zo heel vreemd, want het is zo onderhand een soort sociale werkplaats waar ze een heleboel dingen vergeten. Is het zo erg? Het is natuurlijk een ambtelijke instelling die voornamelijk met zichzelf bezig is en het leven met de dag ingewikkelder maakt dan nodig. Dat hebben we vroeger gezien met kenteken telen 1, 2, 3... En nu is het dan eindelijk een klein kentekentje geworden. Maar dan hebben ze weer een code die in twee delen je mag bereiken. En het wordt steeds ingewikkelder. Dus, en het RDW is natuurlijk een verlengstuk van de fiscus geworden. Dus ze zijn niet zo bezig met die stickertjes. Het is prachtig, al die natuurlijks in iedere zin. Maar het is... wat kan dan de reden? Zou ze het gewoon echt vergeten zijn? Ja, ik denk het wel. Officieel is het volgens mij zo dat je verplicht bent op je auto iets te hebben zitten waaraan men kan zien waar je vandaan komt. En dat hadden we natuurlijk vroeger in de vorm van die sticker. Gewoon een witte NL-sticker of misschien is die ooit geel geweest ook, geloof ik. En nu zit die op het kentekenplaat, waardoor het dus niet meer nodig is om een sticker op je auto te hebben. Maar als de taxi dat niet heeft... Het zou betekenen dat een taxi Duitsland inrijdt om een klant naar Keulen te brengen. En dat zou eigenlijk niet mogen kunnen op die manier. Dus het is mij nooit opgevallen. Het is wel bijzonder, inderdaad. Nou. Ik vermoed dat ze het gewoon vergeten zijn. Ja, maar dat lijkt me echt stug. Gewoon vergeten. Nou, is niet zo stug hoor, want ik heb heel wat ervaring met het RDW. Die maken ook zomaar de papieren zoek. Dus dat is niet zo heel erg vreemd. En als je dan vraagt aan een soort opperhoofd binnen dat hele gebeuren om dat op te lossen. En dat die meneer zich dan niet meer laat horen. Maar wel na een jaar of vier. Ja, nee ik hoor het. Er zit een enorme klachtenlijst over het RDW. Maar dan nog is het... Het is heel raar om te zeggen van... We doen op alle kentekens een blauw balkje met NL. Behalve bij taxis. Dat is niet vergeten. Het is, je moet de beslissing nemen om een uitzondering te maken. Ja, dat is een goeie. Nou, ik heb wel vaak te maken met iemand die kentekenplaten maakt. Dus nou heeft het me ook wel getriggerd. Dus ik zal het vragen. Ja. Of hij daar een antwoord Nou, u hoeft het niet te vragen, want dit programma werkt in principe als een trein. Of een taxi in dit geval. Dus er komt vast wel iemand die het nog even doorgeeft. Dus je moet eigenlijk gewoon blijven luisteren, meneer Peil. Ja, ik ben ook heel benieuwd of iemand een betere verklaring heeft. We doen ons best. Dat ze vergeten zijn. Bedankt voor de poging. Goed. Dag. 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 Pieter van der Wielen. Astrid, hallo. Zo spreek je elkaar nooit. En zo spreek je elkaar, want is het drie keer op een dag, ja. Hey Pieter, heb je je voicemail geluisterd? Ja, ik was getoeterd aan het luisteren in de auto Maar ik hoorde net je voicemailberichtje. Ja. Nee, Nooit meer slapen is vernoemd naar het boek van Willem Frederik Hermans. Ja. En ja. Omdat er was daarvoor een programma dat heette De Avonden. Dat is ook een beroemd boek. Leek de VPRO leuk om nog een literaire titel te doen. En toen was Nooit meer slapen omdat het een nachtprogramma was. Een logische keuze. Ja. Zo simpel is het. Maar Dreesje, die daarover belde, Dreesje Witteveen uit Nunspeet, die ergert zich er een klein beetje aan. Want het is natuurlijk onmogelijk om nooit te slapen. Nee, dan ga je dood als je nooit slaapt. Ja, dus het eigenlijk ben jij iedere nacht de mensen... Ja. Nou, maak je geen zorgen, ik slaap wel tegen hoor. Godzijdank, nee, dat zou...
Nee, dat hebben ze wel eens onderzocht, hè, dat bij diertjes. Maar ze denken ongeveer dat als je een hele week niet slaapt, dat je dan al dood bent. Ja, maar laten we het dan eenvoudiger aanpakken. Gewoon de titelverklaring van nooit meer slapen. Heeft dat met de dood te maken? Of heeft dat met het gegoochel met tijd te maken? Of? Nee, in het boek van William Vermans, het gaat over een jongen die op expeditie gaat naar het noorden om een meteoor te vinden. Mm-hmm. En de ontberingen, dus er zijn muggen, er is het noorderlicht, dus het is daar permanent, niet echt het noorderlicht, maar het is zomer in het noorden, dus het is daar permanent licht. Dus die slaapt niet en heeft ook een snurkende reisgenoot. Maar er gaat ook iemand dood op de expeditie. En daar komt de titel vandaan. Eigenlijk is nooit meer slapen ook de dood. Het is eigenlijk heel ongezellig. Het is eigenlijk een hele ongezellige titel als je er zo over nadenkt. Ja, nee, maar het heeft ook met waakzaamheid te maken. En ja, opletten. En toch? Oh ja. Ja, binnen die expeditie. Ja, ik denk ja. Even met je mee. Dat is ook. Ja, ik heb het vooral geïnterpreteerd als het totale afzien. Het totale tragiek van de expeditie. Dus je wil iets waar je eigenlijk niet goed over hebt nagedacht. Namelijk een meteoriet vinden. En het gaat dan ook over in de voetstappen van je vader treden en dat soort dingen. En dan is het een en al ellende en alles mislukt. En geen nachtrust. En dan één iemand die doodgaat. Wat het extra dramatisch maakt. Ik probeer nog steeds te bedenken wat het dan met iedere nacht radio maken. Nou ja, het was gewoon een mooie literaire titel. Precies, je moet er niet al te diep over nadenken. Dat is het ook. Dat ik niet slaap en het is ook niet helemaal boekverklarend. Het is gewoon zo eenvoudig. Het is gewoon nooit meer slapen tussen 12 en 2 omdat je een Pieter wil luisteren. Ja, of zoals de meeste mensen die mij aanspreken juist zeggen. Ik val elke nacht zo lekker in slaap in het programma. Dat gaat ook al. Is ook zo. Dankjewel, Pieter. Dankjewel, goeienacht nog. Ja, wel trust, hè? Ja, dank je. Doeg. Lekker slapen. Doei. Slaap lekker, is dit. Fantastisch, toch? Eens even kijken. Wies? Ja. Hi. Goeienacht, Astrid. Goeienacht. Zeg het eens. Astrid, als ik in de trein zit... Oh ja, ja. En ik krijg te maken, of ik zie dat de conducteur te maken krijgt met een agressief iemand die hem aanvalt. Mm-hmm. Mag ik dan ook aan de noodrem trekken? Oeh, dat is een goeie. Dat wordt nergens genoemd. En je ziet toch dat er iemand in nood raakt. Dat moet dan toch kunnen, lijkt me. Nou ja, het is natuurlijk een enorme... het hangt natuurlijk enorm van de situatie af, hè? Ja, tuurlijk. Maar goed, het escaleert, zullen we maar zeggen. Ja, maar ik bedoel, ja, als het escaleert, dan moet je natuurlijk gaan inschatten of het helpt als je stopt. Want het betekent alleen maar dat het langer duurt voordat je bij het volgende station komt. Ja, dat is waar. En dus duurt het langer voordat je de spoorwegpolitie erbij kunt halen of iets dergelijks. Ah, die is er toch niet meer. Dus... Er is toch nog wel ergens, zit toch nog wel iemand. Ergens. Er zijn er nog twee, die komen er met de trein. Als er iets aan de hand is. Is het niet om te lachen. Jawel, maar dan weet de machinist ook dat er iets aan de hand is. Die ja. Dan misschien even komen kijken. Oh ja, maar dan moet eerst de trein stilstaan. Ja, daar zit wat in. Ja. Heb je het meegemaakt, Wies? Nee, gelukkig niet. Oh, ik heb het nooit meegemaakt. Nee. Ik zit er even over na te denken. Want, maar als ik zeg dat iemand dat niet doen mag, dan zal dat niet veel indruk maken, denk ik. Nou, het is ook als je op een gegeven moment gaat promoten van trek aan de noodrem. Als iemand, weet je, ja, wanneer, waar ligt dan de grens? Weet je, wat is escaleren? Ja. Maar het is een goede vraag, Wies. Maar er zal vast wel iemand van de spoorwegen zijn die dat kan vertellen. Ja, of daar afspraken over zijn. Ja. Ja. Maar, want wat gebeurt er als je aan de noodrem trekt? Terwijl... Dat weet ik niet zelfs. Nou ja, dan stopt de trein. Dat is, het principe is wel dat de trein dan remt. Maar wat gebeurt er als je aan de noodrem trekt en het is niet nodig? Want dan gooi je het hele treinverkeer van Nederland in de war. Ja, dat is waar. Dat is waar, maar ja. Ja. En misschien is het dat wel waard ook om dat dan een keer te doen. Ja, dat de machinist erbij kan komen.
Maar ja, goed, er zitten natuurlijk genoeg mensen in de trein die erbij kunnen komen. Laat dan de machinist doorrijden en naar het station. Ja, lastig. Lastig. Nou ja, het hopen dat er iemand is die bij de spoorwegen werkt of die daar inzicht in heeft. Die zegt van, ja, is dat wijsheid of juist niet? En waarom dan niet of waarom dan juist wel? Daar zijn we natuurlijk voor. Bedankt, Wies, voor je vraag. Oké. Dag, 0800-1121. Mag je aan de noodrem trekken als de conducteur wordt of aangevallen of er gebeurt iets met de conducteur? Roy? Ja, goedendag. Hallo, hi. Hallo, ik had een vraag over countrymuziek. Countrymuziek? Ja, waarom zijn ze in Amerika hier niet bekend? Zijn ze? Zeg het nog eens. Waarom zijn de countrymuziek... De artiesten die je niet bekend in Nederland. Ja, maar... Zoals Jake Owen, misschien ken je hem niet. Nee, dat bedoel ik. Keith Urban. Keith Urban die ken ik omdat hij getrouwd is met Nicole Kidman. En juist. Maar niet, ik zou geen hit van hem kunnen zingen. Nee, maar het is. En dat is de mooiste muziek wat er ooit is. Oh ja. Country. Want country muziek is ook de beste rockmuziek wat we kunnen maken. Nou ja, maar wat het lastige is altijd dat muziek zoiets persoonlijks is. Klopt. Maar daarom zeg ik, waarom als ik ze hier wil kijken om te kopen, liggen ze niet. De Mediamarkt, Jake Owen, ligt er geen in. Maar is het niet andersom? Is er dan niet relatief weinig vraag naar gewoon? Dat weet ik niet. Daarom vraag ik het ook. Ja, nee, maar ik bedoel... Want ga verder. Nou ja, als de platen van Keith Urban als zoete broodjes over de toonbank zouden gaan, dan lijkt het me dat iemand dat ook graag wil verkopen. Dat ze zorgen dat het op voorraad is. Precies. En Billy Ray Cyrus, dat is een vader van Miley Cyrus, hij is ook een perfecte zanger. En die is hier ook niet bekend. Ja, de enige liedje wat hier bekend is, And She Breaking My Heart. Maar waarom weet jij het dan wel? Omdat ik... Ik ben jong, maar ik luister het al heel vaak. Okay. Omdat ik ook fan van hem ben. Ja, maar ja, je moet dus op een bepaald moment fan geweest geworden zijn. Ja, dat klopt. Terwijl je het nooit hoort en niet kunt krijgen. Dus wat heeft het dan... Ja, ik heb alles muziek van hen, allemaal. Maar hoe ben je er dan achter gekomen dat het überhaupt bestond? Gewoon via site en van hun. Ja, het is natuurlijk typisch Amerikaans. Ik bedoel, Walter Cruz en Steph Eckel doen het ook heel slecht in Amerika. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant zijn er heel veel Amerikaanse artiesten die het wel heel goed doen in Nederland. Dus. Juist. Ja. Daarom vraag ik, waarom zijn ze hier niet bekend? Er gaat een piepje. Roy? Ja? Er ging een piepje. Ja, dat ben ik. Wat gebeurt er? Oh, ik ben aan het werk. Oh, oké. Okay. En je stelt magnetrons dus, in? Nee. Oh. Ik ben aan het scannen. Oh. Het beveiligingsbedrijf. Oh. Is dit goed gescand? Ja, zeker. Aangecontroleerd. Goed. Maar dat was eigenlijk mijn vraag. Waarom zijn ze hier niet bekend? En waarom kan ik ze hier niet verkrijgbaar? 0800-1121. Ik hoop dat iemand een antwoord heeft. Ik ga het proberen, Roy. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Tot ziens. Hey, ik heb Billy Ray Cyrus. Ja, hij is al aan het luisteren, heeft hem harder gezet. Could have been me, is dit. Gerard. Hey Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. Dat er twee weken geleden dat ik je gesproken heb. Zo, nou, wat vliegt de tijd toch? Toen was het nog winter. Ja zeker weten. Maar even op die Red Bull. Ja. Nou, dat is zo moeilijk, want mijn zoontje die krijgt dat ook niet. Nee. Want er zit iets van 15, 16 suikerklontjes in alleen al. Mm-hmm. Dat neutraliseren ze weer. Maar met andere stoffen. Wat bij jou cafeïnevrij is, wat er van over is, dat gooien ze er ook doorheen. En vandaar dat de kinderen ook hyperactief worden en druk. Ja, maar de vraag is, wat zit erin? Er schijnt iets in te zitten wat ook in ecstasy zit. En dat is niet suiker. Nou, dat is ook geen THC, denk ik, maar... Oh. Nee, dat zou ik zo niet weten. Oké. Okay. Nou, leuk geprobeerd. Bedankt. Wat zeg je? Bedankt.
prima. Oké, nou, tot de volgende keer dan maar. Oké, doei. Hoi. Nog een Gerard, hallo. Nee, niet nog een Gerard, Willem. Ja, hallo. Hallo. Met Willem de Redder. Nou, om even terug te komen op die energiedrankjes. Er zitten twee stoffen in, twee hoofdstoffen waar het om gaat. Het ene is een heel hoog cafeïnegehalte, extreem hoog cafeïnegehalte. En het tweede is een stof die heet taurine. Dat is een wortel. En die werd al gebruikt door Indianen. Die maakten er een drankje van, omdat die geen cafeïne hadden. Als opheppende drank. Oh. Dus, en taurine is dus. Dus ook een opheppend spul. Dus zoals ik al zei, van origine uit een wortel. Maar het komt ook voor in kattenbrokken. Van die harde kattenbrokken. Ik weet niet of je een kat hebt. Ja. Dan, ik weet niet of die ook van die harde kattenbrokken krijgt. Wat in zo'n dure zak zit. Maar dan moet je maar eens kijken of er taurine op zit. Maar waarom dan? En, waarom krijgen katten dat? Ja, daar worden ze nogal actief van. Oh, nou. En ik heb vroeger ook een kat gehad als logeetje van iemand die in het ziekenhuis lag. En toen kreeg ik zo'n zak mee van die kattenbrokken. En dat lustte die eerst helemaal niet. Nou, toen maakte ik van mijn handen een kommetje en dat hield ik onder zijn koppie. En toen had hij het wel uit mijn handen. En toen hij op een gegeven moment door had, daarna deed ik het gewoon in een bakje bij het andere kattenvoer. En toen hij eenmaal door had dat het uit die zak van het hele sterke geplastificeerde materiaal... dat daar die kattenbrokken in zaten. Toen heeft hij geprobeerd om met zijn scherpe klauwtjes die zak open te maken. En zo gek werd hij van die taurine lucht. Ik heb wel een idee dat het dus ook mogelijkerwijs licht verslavend is. Ik krijg opeens een beeld van het Nederlandse uitgaansleven waarin mensen kattenbrokjes kauwen voor met z'n allen op de dansvloer. Het is in ieder geval goedkoper dan ecstasy. Ja, nou ja, wie weet. We kunnen nog handeltje beginnen. Dat jij met je handen met een bakje met kattenbrokjes bij de ingang staat. Ja. Nou, ik ga thuis meteen even kijken. Taurine, hè? Taurine. Taurine of taurine? Nee, taurine. Taurine. Ik ga checken. Hey, bedankt, Willem. Ja, dat zit dus in niet alleen dus in die kattenbrokjes, maar het zit ook in veel energiedrankjes. En wat verder heel belangrijk is, dat is de enorm hoge dosis cafeïne die in energiedrankjes zit en ook in Red Bull. En ik weet niet of je laatst gehoord hebt dat een jongen van een jaar of 15... die had 3 liter Red Bull gedronken. Ja. En toen hebben ze zijn ouders... daar is de politie naartoe gegaan. Omdat die verantwoordelijk waren. Omdat die jongen nog niet meerjarig was. Want het is natuurlijk krankzinnig dat die jongen 3 liter Red Bull gedronken heeft. Die is daardoor in het ziekenhuis terechtgekomen. Door die enorm hoge dosis cafeïne. Ja, maar is het... We kunnen wel heel uitgebreid de hele ingrediëntenlijst doornemen... van zowel de kattenbrokjes als de Red Bull. Maar de vraag blijft, wat zit er nou in die Red Bull... wat ook in ecstasy zit? En is dat dan dat MDMA of is dat een ander spul? Ik denk dat taurine enigszins verwant is aan MDMA 0,4. 0,4? Dat dat een,
Ja, dat is het. Daar hoort een kommaatje en een vier achter. Oh, weer wat geleerd. Maar goed, goed ND, maar dat is genoeg. Ik denk dat eraan alleen MDMA is een synthetische verbinding en taurine is natuurlijk. Oh, oké. Okay. Al denk ik dat in die stof, dat vraag ik me ook af, of in die energiedrankjes, of dat ook 100% natuurlijk is, of dat het synthetische taurine is, dat weet ik niet. De vraag is nog niet helemaal beantwoord, maar we hebben weer een voorzet gekregen. Dankjewel, Willem. Ja, ik denk dat het met die taurine te maken heeft. Ja, dankjewel. Goed. Doei. En anders hoop ik dat er nog iemand belt. Nou, dat hopen we altijd, anders wordt het behoorlijk stil. Precies, die er wat aan gaat toevoegen. Okay. Dat dit onderwerp. Maar dan moeten we eerst ophangen. Als we eindeloos blijven samenvatten wat we allemaal hopen, dan schiet het niet op, hè? Inderdaad, dat is okay. Doeg, Willem. Oké, dag. Hoi. 0800-1121. Bert. Ja, goeienacht. Goeienacht. Zeg, ik heb een antwoord, een half antwoord en een vraag. Een half? Wat hebben we nou? Een half antwoord? Nou ja, dat vind ik toch wel interessant eigenlijk. Wat is wel een goede reden om aan de noodrem te trekken? Ja, nee, nooit precies. Nooit geweten. Ja. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, als je eruit wil natuurlijk. Als er brand uitbreekt of als er... Als je de trein uit wilt. Als je de, ja, als er dan, een bom aan boord is, of Keanu Reeves, of allebei. Ja, oké, dat zou kunnen, ja. Maar als iemand ziek wordt, dan moet je niet aan de noodrem trekken. Want je moet je zo snel mogelijk naar het eerste station, niet in de Wijnland stoppen. Of, nee. Het zou heel raar zijn als er iemand ziek wordt aan boord in een trein. En je stopt de trein, zodat diegene met een ander vervoermiddel naar het ziekenhuis... Nou ja, misschien dat er dan wel zeg maar een ziekenhuis dichter in de buurt is dan een station. Dat zou nog wel weer kunnen. Ja, maar niet als midden in de weiland is natuurlijk. Nee, maar ja, dan trekken we gewoon nooit midden in de weiland aan de noodrem. Dat we dat vast afspreken. Precies. Tenzij we zin in melk hebben. Lijkt me goed voor. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. He, zo heb ik het morgen gedaan. Nee, dat mag natuurlijk niet. Oké. Ja, dus dat was de subvraag. Of het halve antwoord. Wat? Het halve antwoord was dat. En het antwoord op die ogen dicht als je slaapt. Je ogen zijn natuurlijk vocht, lijkt mij. Dus als je met je ogen open slaapt, dan word je wakker met een keihard oog of zo. Oh, met uitgedroogde lenzen natuurlijk, ja. Ja, dus dat lijkt me niks. Ja. Mijn vraag was een beetje over die country. Ja. Er is wel natuurlijk gewoon country die heel erg bekend is. Johnny Cash en Hank Williams. En John Denver en Dolly Parton. Ja, precies. Dus het is er wel. Ja, nee, maar die grote sterren zoals Keith Urban, dat is in Amerika gewoon echt een grote ster. Die kan, als Nick en Simon, die kan niet normaal met de trein. Nee, dat is zo. Ik heb ook wel eens op YouTube zitten zoeken en dan kom ik echt op 100 miljoen views. Ja. En dan ken ik die man echt niet gewoon. Nee, we kunnen het niet meezingen. Maar nee, goed, nee. Maar... Soms is het wel goed. Ja. Maar daar kwam ik dus op. Wij hebben natuurlijk in Nederland nu de verkiezing gehad van het beste Nederlandse lied. En dan kwam Akda en de Munich. De klomp, uit. Ja. Ja, nou, ja. Dat is gewoon, dat is barbaars gewoon. Oh. Maar als je dan kijkt naar Nederland als voetbal of als sportland, dan hebben we gewoon wereldberoemde sporters. Ja. En maar dat kan je ze ook niet leren. Johan Cruijff kan je niet leren voetballen. En toch hebben we er daar echt veel van. Van Persie, nu Robben, je hebt Van Hanegem gehad. Oké, voordat we heel veel voetballers gaan opnoemen, wat is je vraag? Mijn vraag is, hoe kan het nou dat we gewoon echt beroerde muzikanten hebben? Beroerde? Nou, gewoon als je het gewoon vergelijkt met sporters, hebben we gewoon beroerde muzikanten. Nou, wat een onzin. Vind je dat onzin? Nou, Wie is dan net zo beroemd als Johan Cruijff? Ga jij maar naar Brazilië en noem een Nederlandse muzikant. Nee, maar ja. Kijk, dan wil ik André Rieu zeggen, maar dat is niet wat je zoekt, hè?
Dat was net niet wat ik zocht, want die speelt covers. Speelt covers, ja, dat zo kun je het inderdaad zeggen. Ja, ja, maar, nee, maar... Ja, maar ja, nee, want het is natuurlijk zo dat je kunt zeggen waarom... Nou, ik begrijp nu een beetje wat je bedoelt, want Nederlandstalige muziek is natuurlijk logisch dat dat niet internationaal... Ja, dat want het is natuurlijk voor de meeste buitenlanders. Maar jij bedoelt muziek, ja, qua Engelstalig, ja, dan moet je het een beetje in de Armin van Buuren en de... Martin Garrix en die hoek zoeken, maar... Goed, Nederlandse, ja, nou, Nederlandse muzikant. Ik begrijp nu je vraag, sorry. Nee, het is niet direct onzin, inderdaad. Waarom hebben we niet veel meer beroemde Nederlandse muzikanten? 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Mevrouw Andersson? Ja. Hallo. Je spreekt met mevrouw Andersson. Ja, hallo. Zegt u het eens. Ja. Hallo. Ja, mijn pen valt. Oh jee. Ik pak gewoon een andere. Waar had u een pen voor nodig dan? Nou, ik moet even het adres van die mevrouw opschrijven die zo graag raglan wil breien. Oh ja, ja. Ja, ik ben zelf 73, was ook een fanatieke breister. Ja. En ik vind het vreselijk leuk om die mevrouw te helpen. Ach. Ik vind iemand die van 86 dat allemaal nog kan opbrengen. Ja. Dat vind ik, ja, dat vind ik... Omdat breien, het komt gelukkig allemaal weer terug. Ja. Maar breien was vroeger, dat deed je allemaal. Mm-hmm. Overal. Eh, als je, ja. Ja, je moest wel. Ja, nou ja. Ja. Ik weet nog goed dat mijn moeder breide voor vier meisjes, die zat achter elkaar. Ja. Allemaal hetzelfde truitje. En dan hadden we allemaal een sterretje, bepaalde sterretjes in een bepaalde volgorde op het truitje. Oh. En dan wist je wat van wie was. Oh, een soort morsecode, maar dan in sterretjes. Ja. Ja, ja, op je trui. Ach, en je vestje. Donkerblauw, ja. Dat mens breidde zich een slag in de rompe. Heb ik ook gedaan. Ja, en, maar nu, u heeft in ieder geval nog wel een breiboek met daarin iets met een raglanmouw. Ik heb een heleboel breiboeken en ik ga morgen voor die mevrouw zoeken, of zondag even, ja. Of ik een raglanpatroon kan vinden. Ja. En dan zal ik zorgen dat ik dat voor haar kopiëren naar de Rob stuur. Oh, u maakt wel een kopietje. Ja, natuurlijk. Ja, want stel dat u ja, zelf nog een keer die raglanmouw wil breien, ja. 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 Ik, ja, of het misschien een boek. Maar ik heb dus heel veel boeken, maar er staan inderdaad erg veel patronen in. Ja. Speciale breipatronen. Onder andere, nou ja, recht en afrecht tot azuur en toe. En dat breiding, maar als je dat nooit gebreid hebt, is dat toch pittig ingewikkeld als je 86 bent. Ja, nee, daar zit wat in. Hé, nou... Ja, dat is... Ja, nou, maar fijn dat u de moeite even wilt nemen. Dus als u even aan de telefoon blijft, dan geven we het adres door. Ja, ik heb even één probleem. Heet u mevrouw nou Schattenberg of gewoon mevrouw van den Berg? Mevrouw van den Berg. Maar het was wel een schat, volgens mij. Ja. Maar ja, om dat nou op de envelop te zetten... Ja, ja, 86 en dat allemaal nog voor jezelf willen maken. Ja. Ja, ik vind dat gewoon geweldig. Ik ook. Dus wat leuk dat u wilt helpen. Ik hoop dat het een trui wordt. Wat zal ik nou eens gaan doen, zei ze. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk ook zo. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Ja, ik ben gaan boetseren, weer wat anders. Boetseren? Ja. Maar geen truien. Ik heb 10 jaar les ingegeven. Nee. Maar ja, serieus? Ja. Maar, en wat is nu dan de hobby op dit moment? Mijn beroep. Nou, ook. Ja, beroep. Ja, nou gewoon eigenlijk huisvrouw. Oh ja. Ik ben 73 en hartpatiënt, dus ik ren niet meer zo hard. Nee, een beetje kalm aan. Maar wat doet u als u hobbyt? Nou, onder andere boetseren, breien. Ook nog. Ja, ook nog. Wat ik ook heel graag doe, is eten koken. En zelf lekkere recepten verzinnen. Oh ja. Experimenteren. Beetje werk graag in de tuin. Oh. Ik heb 2 honden. Mag nog wel eens wat tekenen. En dan ja, toch ook wel weer eens wat proberen. Want ik heb, als die mevrouw wol nodig heeft, zal ik even tussendoor opmerken, kan ze van mij ook krijgen. Ik heb 2 vuilniszakken vol met wol. Dus als ze dat wil hebben, kan ze het ook nog van me krijgen. Maar ze heeft de wol. Dat is, ze heeft de wol ligt er volgens mij. Nou, ik weet niet of ik het goed onthoud. Ik heb 2 vuilniszakken vol met wol. Misschien vindt ze het leuk om in 2 kleuren te breien. Waar woont u, mevrouw Andersson? In Zandpoort. Oh ja, dat is een beetje jammer. Ik denk, we kunnen nog een breiclubje organiseren.
Ik heb de nodige mensen breien geleerd. Ja, nou ja, ze kan al breien. Met recht van breien tot kraaltjes rijgen. Leuk. Ik heb 10 jaar een club eigenlijk. Dat vroeg ik 5 gulden een middag. En dan mochten ze mij boetseren, verven, breien, haken, kralen rijgen. Nou ja, noem maar op. Ja. Vond het gewoon erg leuk om dat te doen. Maar de 2 vuilniszakken met wol, moeten daar niet gewoon truien van gebreid worden? Die zijn natuurlijk, dat is ooit aangeschaft om iets van te breien. Ik heb 20 truien per jaar gebreid voor mezelf, voor Jut en Jul. En ik kom om in mijn truien. Ja. Ik heb ze nog steeds. He, van op pennetje 2 tot Angora op pen 5. Dus ik heb voorlopig truien genoeg. Nee, dat wil wel. En daar ga je net zo morgen zonnestralen. Kunnen de truien in de kast blijven. Nou, mevrouw van den Bergen, als ze nog extra wol wil, moet ze even bellen. En anders dan... U blijft nu even hangen, mevrouw Andersson. En dan geven we even het adres door. En dan komt er in ieder geval een Raglan mouwenpatroon die kant op. Ja, zou ik voor erop snuffelen. Super, nou helemaal goed geregeld. Bedankt vast. Namens, graag gedaan. Namens mevrouw van den Bergen mag die vrijheid wel nemen. En mocht je nog een keer willen boetseren, kan altijd. Nou, we moeten echt een keer een handwerkclubje gaan organiseren. Lijkt me echt enig. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel geborduurd. Heb ik ook aan anderen geleerd. Maar ja, ik deed het altijd wel met verschillende dames hoor. Ja. En dan alleen, ik zei meiden, ik heb koffie, ik heb soep gemaakt. Kom gezellige middagie. En dan klaar is Kees. En dan 2 gulden per persoon. Oh? Ja, dan moesten we... Het borduren is goedkoper dan het boetseren. Ja, het kostte me meer dan dat het opbracht. Ja, maar dat vond ik niet belangrijk. Nee. Weet je wat ik belangrijk vond? Nou? Dat ze bezig waren. Oh, waarom? Wij hebben zelf een winkel. Mijn man is fotograaf. Heb ik ook heel veel voor gedaan. Heel veel retoursterk, onder andere... Nou, wat heeft u gedaan? Getoeswerk? Retoucheren. Oh, retoucheren. Oh ja. Ja, nou ja, en er wat bijkomende werk hoor. Foto's, nummers, snijden enzovoort, inplakken. Maar mevrouw Andersson, is er wel eens een moment geweest dat u dacht, goh, ik verveel me? Nee, weinig. Nee, dat idee had ik al een beetje. Nou, weinig. Ik moet nu ophangen, want anders dan, voordat ik het weet, ben ik een handwerkprogramma geworden. Wat op zich vind ik helemaal niet zo'n slecht idee. Nou, zilverpapiertjes, roosjes vouwen hoor. Ik zal eens aan Jan Slachter vragen of we heel Holland haakt op mogen zetten. En dan kom ik die 2 vuilniszakken met wol halen. Heel Holland heeft wol nodig. Bedankt mevrouw Andersson. Goeienacht. Hé? Goeienacht, zei ik. Ik probeer af te ronden. Dankjewel. Dag. Moet ik hangen? Ja, nee, u moet blijven hangen. Ja, dat krijgt u. Ja, nee. Oké, ja. Dag. Ik maak helemaal in de war met allemaal gebreien. Het is ook wat. Nee, we weten niet meer of we nou aan het boetseren of retoucheren zijn. Nou, goeienacht. Dag. Andersson heeft afgehaakt. Heino. Hoi. Hoi. Hoe is het? Nou... Op zich best goed. Ja, ik wou het over die ecstasy hebben, de energiedrankje. Tuurlijk, we gaan van de breipatronen naar de ecstasy, ja. Ja, variatie in het programma. Ja, precies. Vertel. Nee, maar volgens mij zit helemaal niks in een energiedrankje. Want wat die vorige zei, van ecstasy bevat MDMA. En er schijnt zelfs ook homeopathische MDMA te zijn. Hmm. En... Die kun je gewoon overal krijgen. Maar er zit volgens mij helemaal niks in energiedrankje wat in verband staat met ecstasy. Mooi. Want ik ben vroeger zelf ook naar al die feesten geweest. Mm-hmm. En daar werd ook nog wel het een en ander gebruikt. Maar er waren weekendjunks, zoals ze dat zeiden. Maar ik kan me niet heugen dat in energiedrankjes zit. Nee, ja, nee, ik heb er geen verstand van, maar Martin die zei het. Want die valt namelijk in slaap van zowel Red Bull als van ecstasy, dus. Oh, maar dat zou kunnen, want als jij koffie drinkt, er zit cafeïne in. Ja. Dat kan ook bij iemand tegenwerken. Zodra de cafeïne uitgewerkt is, dan word je in één keer heel erg moe. Want je gaat van de hype, ga je naar de down, zeg maar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde met ecstasy. Je hebt de MDMA, wat de hyper is. Maar je hebt ook de MDMEA, zo noemden ze dat vroeger dan, want dan praat ik over 20 jaar geleden.
En dat is dan weer afbrekend. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal met Red Bull en al die drankjes. Op het moment dat je Red Bull, zeg maar, drinkt, dan word je vrolijk en hyper. Maar de inslag, zeg maar, dat de cafeïne is uitgewerkt, die is, dat veroorzaakt, zeg maar, de down, zeg maar. En daarom vallen ook wel eens mensen achter stuur in slaap. Hmm. Omdat ze te lang wakker zijn, zeg maar. En van vroeger met feesten was het zo, dan bleef je tot 6 uur 's ochtends wakker. Nou, wij gingen nog wel eens om 10 uur zaten we en dan ging er een discotheek in Amsterdam los. En ze gingen van Rotterdam naar Amsterdam toe om daar nog verder te vieren. En dan eind van de middag om 4 uur, 5 uur was afgelopen. En dan reden we nog terug. Maar dan heb je zo lang, zoveel uur gedraaid. Waardoor het tegenovergestelde gaat gebeuren van wat je eigenlijk verwacht van het energiedrankje, zeg maar. En dat is, dat is de gevaar van het energiedrankje, denk ik. Nou, dat is een mooie waarschuwing, dankjewel. Ja. Heel veel informatie, of niet? Nou ja, en ik kan de boel afvinken hier, dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus ik dank je hartelijk, Heino, voor je telefoontje. Oké, niks te danken. Goeienacht, lekker slapen. Ja, hoi. Joe, doeg. Dennis. Hey Astrid, met Dennis. Hey. Ik wou even reageren op die kamer, zeg maar. Die eenpersoonskamer, waarom dat duurder is. Ja. Dat zijn eigenlijk dat de ketterhuizen, die zijn gebaseerd op 2 personen. Laten we zeggen dat een dubbele kamer, die kost dan 150. Mm-hmm. En een enkele kamer kost 100 euro. Als je dan met z'n tweeën bent en je betaalt 75 euro per persoon voor die kamer, wat dan 150 is. Maar als je met 1 persoon bent, dan betaal je maar 75. Dan kom je dus 25 euro tekort. Snap je? Nee. Nou, die reizen zijn altijd combi-reizen. Die zijn gebaseerd op 2 personen. Dat 2 personen gaan. Ja. Vliegticket, hotel, ja. Dat zit er allemaal in. Maar een 1-persoonskamer is nooit de helft van een dubbele kamer. Is altijd iets meer. Ja, maar waarom? Ja, omdat die kamer, die ruimte, is ook niet de helft. Ja. De kamer is natuurlijk niet half zo groot als een 2-persoonskamer. Maar ja, dat is... Ja. Ja, precies. Er staat maar 1 bed, staat 1 stoel. 1 bekertje om je tandenborstel in te zetten. Ja, maar en dan moet je toch meer betalen dan wanneer je met z'n tweeën... Ik vind het... Ja, het is toch raar. Ja, maar als je gaat kijken voor een hotel en je gaat kijken voor een 2-persoonskamer of een enkele kamer, dat scheelt op zich niet zoveel. Het is iets goedkoper, maar het is zeker niet de helft van de prijs. Nee, waarom niet? Waarom het niet de helft? Je betaalt toch niet voor de oppervlakte van de kamer? Nou, toch wel een beetje. Waarom maken ze die kamers eigenlijk niet gewoon half zo groot dan? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien heb je dat wel ergens, maar... Yeah. Ja, dat is gewoon die prijzen van die hotels. Die dat geldt... Nee, maar dat is geen antwoord. Dat is gewoon zo. Dat is geen antwoord. Nee, maar goed, die kamerprijzen... Ja. Kijk, er moet toch schoongemaakt worden, die kamer bijvoorbeeld. Ja. En hij is inderdaad niet de helft en hij moet schoongemaakt worden. Dus die kosten zijn niet de helft van de kosten. Dus die kamers zijn ook niet de helft van de prijs. Nee, dat is, ja. Je hebt elektra, of je nou met z'n tweeën te feesten te kijken, of alleen, dat blijft hetzelfde en al dat soort dingen. Dus, maar dat is eigenlijk, is het altijd voor 2 personen en daarom moet je voor 1 persoon altijd een toeslag betalen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel inderdaad kloten als je alleen bent. Ja, nou, dat is mooi samengevat. En even kijken, die artiesten, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want als je gaat kijken naar wat je zelf al zei, bijvoorbeeld Armin van Buuren, als je gaat kijken naar de dancing, ja, dan zitten wij denk ik in de wereld, internationaal, zijn we oververtegenwoordigd natuurlijk met ongeveer 7 man in de top 10. Ja. Internationaal, dat is echt gigantisch voor zo'n klein landje. Ja. Ja, maar dat is echt de dancing. En dat heeft dan volgens mij echt te maken dat er een paar DJ's zijn geweest die de weg, zeg maar, geëffend hebben. Ja. En daar, weet je, dat is dan altijd zo. Dan zijn er een hoop jongens die denken, oh, ik wil net zo beroemd worden en als Tiësto. En die gaan dan ook heel hard ervoor werken. En dan zijn er een paar
die daar dus achteraan gaan. Maar gewoon, we hebben in Nederland zulke fantastische muzikanten. Ja, ja zeker. Dus waarom zijn die niet, waarom worden die niet aanbeden? Als artiesten proberen door te breken in het buitenland, zoals bijvoorbeeld een Alain Clark, wat er gewoon een ontzettend muzikale jongen is, die snapt hoe een hit in elkaar zit. En die denkt, nou, ik ga eerst eens doorbreken in Italië en dan in Amerika. Nou. Ja, dat is moeilijk, maar er zijn natuurlijk meer. Weyland heeft toen een contract gehad en je hebt natuurlijk Ellen van Damme en even kijken wie nog meer. Ellen van Damme, die is beroemd in Duitsland. Ja, maar goed, wil je het echt maken, dan moet je dus echt naar Amerika toe. Maar dat is gewoon heel moeilijk om daar door te breken, want het is een gigantisch land en die hebben natuurlijk hun eigen zingers en zo. Dus, maar de laatste keer dat wij in Amerika... Nou, ik weet niet of het de laatste keer was, maar wij hadden in Amerika een hit inderdaad dan met de DJ's of met de Golden Earring. Maar dat is lang geleden. We hebben nog een tijdje zo'n band gehad die het heel goed deed in het buitenland. Within Temptation. Maar dat is ook weer dan, dat is genre muziek die dan in Amerika moeilijk te vinden is. Ja, dat klopt, ja. Dat hebben wij inderdaad gehad. En Ellen van Damme die heeft het op de waar je het net over had, de Western Tour zeg maar geprobeerd. Maar ja, dat is inderdaad, dat is gewoon heel moeilijk. Qua zang is het moeilijk om door te breken in het buitenland. Maar misschien ook wel omdat we toch altijd nog een accent hebben als Nederlanders. Nou, dat valt op zich ook wel mee. Want met zingen, kijk, als je praat Engels, dan is dat in principe veel moeilijker dan dat je zingt. Dus dat zal het niet echt zijn, denk ik. Maar met andere, want dat zijn ook artiesten natuurlijk. Want jij noemde, André Rieu. Ja. Nou, dat is ook gigantisch natuurlijk. Hè. Internationaal is het heel groot. En Candy Dulfer hebben we gehad natuurlijk. Dus dat zijn toch ook muzikanten? Ja, nou Candy Dulfer is wel een goed voorbeeld. Maar dat is ook, die is natuurlijk muzikaal ook ijzersterk. Maar ook omdat Prince haar destijds... geadopteerd heeft. Ja, dat geluk moet je natuurlijk hebben. Ja, maar waarom hebben we... Nou, we hebben dus inderdaad... Ik vond het een rare vraag toen Bert hem stelde... en nu zit ik hem met hart en ziel te verdedigen. Waarom hebben we dus voetballers die... als jij in het buitenland bent en je zegt ik kom uit Nederland... dan zeggen ze, Johan Cruijff, Ruud Gullit... Ja. Maar niemand zegt, Ilse de Lange... Nee, maar wel Armin van Buuren, Tiësto. House scene, ja. Ja, die zijn echt gigantisch. Hoor. Ja, maar dat is echt overgetegenwoordigd. Dat is echt gigantisch. Ja. Daar kan geen enkel land tegenop. Nee. En dat zijn ook muzikanten. Ja, nee, absoluut. Maar meer en producers. Die gaan tegenwoordig steeds meer, maar ze gaan tegenwoordig steeds meer ook met een zanger erbij, weet je wel. Dat zie je steeds meer gebeuren nu. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Ja, en we hebben net Don Diablo gehad die iets mocht remixen voor Madonna. Ja. Maar ik blijf me toch een beetje... Alleen maar de singende artiesten. Maar ja, wij zijn natuurlijk een heel klein landje. Dus maar net wat je zegt, we hebben Golden Earring gehad en Within Temptation. En je noemde er nog een. Dat zijn al drie mensen, dat is al in principe al... Candy Dulfer. Er zijn maar vijf. Ja, er zijn maar 15 nieuwe mensen hier. Dus dat is waar. Dat toch, verhoudingsgewijs is dat toch niet eens zo verkeerd. Nou, dan zijn we eruit. Ja, toch? We zijn eruit. Goed gewerkt, Dennis. Bestellingen kunnen eruit. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hey, fijne nacht nog. Hetzelfde. Oké, hoi. Draai ik gewoon een oudje van Madonna. Want ik er zomaar ineens zin in. Ik moet eigenlijk nu natuurlijk iets Nederlands. Hè? Nou, doe ik zo wel weer. Nu Live to Tell van Madonna. Bengt. Hallo. Ben ik weer? Hallo. Oh, twee mensen tegelijk. Ik zoek... Hallo, Bengt? Zit je hier? Ja, Bengt, hier. Of zit je hier, Bengt? Ja, daar ben je. Zeg zeker weten. Hallo. Hi. Ik had een vraag. Mooi, vertel. En een antwoord. Oh, op je eigen vraag? Nee, daarom stel ik de vraag. Ja. Nee, ik had een antwoord op de vraag of je aan de noodrem mag trekken of niet. Ja. Ja, ik vind dat het alleen mag als je op een station bent. En dan heeft het niet zoveel zin, Bengt.
Nee, ja, als je op het station bent en de trein stopt niet, dan mag je aan de handrem trekken. Oh, als je in de sneltrein Alkmaar zit en je rijdt Wormerveer voorbij, dan zou je eventueel aan de noodrem mogen trekken van jou. Maar dan moet je wel gaan timen. Ja, dan moet je flink timen. Want die trein die staat niet op stel en sprong stil. Oh, ik dacht wel dat het hele idee van een noodrem was. Nee, ik bedoel, hij stopt wel, maar het duurt toch nog wel een paar honderd meter voordat hij daadwerkelijk stilstaat. Ja, oké, maar in ieder geval, als je ergens midden tussen de weilanden rijdt en je trekt een handrem, dan heeft dat weinig zin, want dan is er niemand in de buurt. Dan kan er een helikopter komen als er iemand een hartaanval heeft of zo. Ja, dat duurt wel vrij lang, denk ik. Maar waar is die handrem dan voor? Ja, om te stoppen als je denkt dat het nodig is. Ja, maar wanneer dan? Ja, ik heb bij mijn handleiding conducteur in je vrije tijd geleerd dat dat alleen maar noodsituaties is. Maar wat is er nou een noodsituatie dat je denkt, nu trek ik aan de handrem? Ja, dat is dus als je de trein uit wil. Als iedereen heel snel de trein uit moet, dus als er iets aan boord... Aan boord klinkt zo raar bij een trein, maar als er iets in de trein gebeurt... Ja, in de hand staat of zo. Ja. Ja. Maar dan denk ik dat de machinist het ook stopt. Als de trein in de hand staat, dan trek je aan de noodrem, want dan wil je er zo snel mogelijk uit. Als er een conducteur wordt lastiggevallen, dan weet ik niet of je er zo snel mogelijk uit zou willen. Dan wil je dat de vervelende meneer en mevrouw zo snel mogelijk de trein verlaten, toch? Ja. Nou ja, dan moet je ook eerst stilstaan. Alhoewel... Kan je ze beter in een weiland zo snel mogelijk stil laten staan en eruit trappen. Ja, maar dan hoef je eventueel niet eens stil te staan natuurlijk. Nee, dat is ook wel weer waar. Nou, misschien moet ik me gewoon absoluut niet met het beleid van de treinen en passagiers bemoeien. Ja. Nee, er zijn vast allemaal mensen voor die dat onwijs goed hebben bedacht, hoe dat zit. Maar ja, die kunnen niet bellen, want we zijn in gesprek met jou, Bengt. Dat is absoluut waar. Ja. En ik belde ook eigenlijk met een prangende vraag. Ja. Waarom smaakt beffen zout? Eeuw. Dus in ieder geval ja, maar iemand... Het is echt een serieuze vraag. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik krijg hier problemen mee, hè, Bengt? Hoezo dan? Ja, omdat mensen zitten gezellig ergens radio te luisteren en die voelen zich nu heel ongemakkelijk. Nee, dat zijn er luisteren geen kinderen op dit uitzicht. Als er geen antwoord op deze vraag komt, dan moet ik hem dus nu nog 5 keer voorlezen. Ja, ik ben ook namelijk heel benieuwd of er iemand een antwoord op deze vraag weet. Ja, en ik hoop dat hij onmiddellijk belt naar 0800-1121, zodat we de boel af kunnen ronden. Wie zit er nou te giechelen bij jou op de achtergrond dan? Dat is Yves. Oh, dat is Yves? Ja. Yves. Ja, dat is mijn lieftallige collega die dit ook een hele interessante vraag vindt. Ja, die vraagt het zich ook af. En wat doen jullie samen, ja. Yves en Bengt? Yves en Bengt hebben net gewerkt. Als wat? Wij zijn geluidsmannen. Ah, en waar hebben jullie gewerkt dan? De Gebroeders de Nobel in Leiden. Wat gebeurde er in de Gebroeders de Nobel in Leiden? Nobel in Leiden? Wil je het horen? Ik ga nu aan mezelf twijfelen, maar aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd. We hadden een band uit Mongolië. Ja, hè? Ja, maar ook echt. Ja, ja. Ja, serieus. En het ging ongeveer zo. En nu giechelt Yves niet. Die vindt het heel normaal. Die heeft het de hele avond dit was het ook gewoon. Oh ja, nou ja. Het moet ook gebeuren. Het is een stukje cultuur. Het was absoluut cultuur van de bovenste plank. Maar wat hebben jullie gestudeerd, Bengt en Yves? Dat jullie zo je donderdagavond doorgebracht hebben met... Dat is een hele lastige vraag. Ik heb namelijk helemaal niks gestudeerd. Nee, ik was er al een beetje bang voor. Goed, wil jij de vraag nog één keer stellen? Dan hoef ik het niet te doen. Ja, waarom smaakt beffen zout? 0800-1121. Bedankt hè, Bengt. Hey, dankjewel. Doeg, hoi. Joe. Hoi, Harro. Ja, ik ben er. Ha. Ik wil wel iets over die noodrem zeggen ook trouwens. Ja. Vroeger zou het gemotiveerd gebruik zijn om aan de noodrem
te trekken als er in de trein iets aan de hand is. Ja. Met bijvoorbeeld de conducteur. Ja. Want dan moet de machinist de trein stilzetten en weer opstarten. En dan kan er op het station kon er iets komen. Een ambulance of een politieauto of wat dan ook. Ja. Tegenwoordig hebben bijna alle mensen een mobieltje in de trein. Hmm. Waarmee ze 112 kunnen bellen. En kunnen zeggen, ik zit in deze trein en er is dit aan de hand. En dan is het dus, dan mag je wel aan de noodrem trekken, maar dan wordt het waarschijnlijk toch bestraft. Maar ik belde eigenlijk over die taurinezooi in die blikjes, hè? Ja, ja. Die energiedrank. Ja. Nou, energiedrank, daar zit veel cafeïne in en daar zit ook taurine in. De cafeïne die werkt op een aantal manieren. Kijk, als je luchtwegstoornissen hebt, moeite met ademhalen soms, en dat heb ik, dan slaap ik bijvoorbeeld makkelijker als ik voor het slapen gaan een kopje koffie drink, want dan gaan de luchtwegen een klein beetje openstaan. Oh. Dat heeft energiedrank dus ook. Maar energiedrank heeft ook wat de Coca-Cola bijvoorbeeld vroeger had. Coca-Cola was ook een soort van drankje, maar daar zat ook iets heel verslavends in. Mm-hmm. En dat zit in energiedrank namelijk ook. En daarom is het bijvoorbeeld zo dat ze als maatregel al bedacht hebben dat de prijs behoorlijk omhoog is gegaan. Dat ze kinderen adviseren hooguit één zo'n blikje en niet een hele tray en dan zoveel mogelijk blikjes achter elkaar. Want dan jaag je jezelf misschien wel de dood in. Oh. Of in ieder geval, je maakt je hartritme zo anders. Kijk, want als je zegt van, drink maar één kopje koffie en nog een Nee, ik vind het echt reuze gezellig, Haro. We kunnen uren praten over de voor- en de nadelen van energiedrankjes. Maar de vraag is natuurlijk of het een ingrediënt bevat. Maar ik ben ook aan het praten, hè, nu. Ja. Nee, de vraag is of het een ingrediënt bevat wat ook in ecstasy zit. Dat is de vraag. Dat denk ik niet. Zo, nou, maar zijn we klaar. Er zit wel een zeer verslavende stof in. Hmm. En je hebt dus kans dat het op een gegeven moment, als er meer onderzoek gedaan wordt, dat het gewoon verboden wordt. En niet omdat er ecstasy in zit, maar omdat er iets anders in zit wat wel heel verslavend is. Oh. Nou, maar dat onderzoek is nog niet klaar. En daarom kun je de blikjes nog kopen in de winkel. Dankjewel, Haro. Heb je nog meer vragen? Nee, ik heb geen. Ja, ik heb nog wel vragen. Ja, maar die zouten bessen, dat weet ik bessen. Ook niet hoor. De zouten bessen, ja. Ik vind dat niet interessant. Ik wil het ook zo verstaan. Goed, bedankt Haro. Doei. 0800-1121. Over zout en andere toestanden. Blijf bellen, ook met nieuwe vragen. Dit is Bo Saris en The Addict. Meneer Hofman. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Die handrem is niet nodig. Je moet die man die moeilijk doet tegen de conducteur, daar moet je een beetje aan gaan trekken. Met z'n allen? Nou, dan is klaar. Heb je die handrem ook niet meer nodig? Nee, in plaats van een handrem gewoon, ja. Aan die meneer trekken. Klaar, mooi. Ja. Oké. Okay. De vraag. Mm. Het gaat natuurlijk weer over eten. Als wij in de wereld met z'n allen aan de insecten gaan, zou dan het wereldvoedselprobleem zijn opgelost? Hmm. Het is in ieder geval een oplossing, hè? Nou, ik zat daar zelf zo een beetje. Kijk, ik bedoel, ik. Het is een hele andere insteek. Hè? Je loopt langs de biefstuk en daarnaast liggen de springhanen. Ja. Ja, hoe zouden ze die verpakken dan? Ik ben ze ook nog nooit tegengekomen. En worden ze gepeld? Nee, volgens mij krijg je ze gewoon gedroogd. Ja, gefrituurd kun je ze krijgen. Kijk, heb jij ze wel eens gegeten? Nee, maar ik eet geen dingen. Nee, maar het is. Ik vind een walnoot al exotisch. Dat is echt.
Ik voel ook totaal niet de behoefte om het een keer te proberen. Ja, tenzij ik echt het wereldvoedselprobleem ermee op kan lossen, maar... Ja, nou ja, doe maar. Ik doe maar een schot voor de boeg, zeg maar. Zou dan het wereldvoedselprobleem zijn opgelost? Nee, ja, ik begrijp dat je vraag is. Nou ja, er wordt wel gezegd maar, van... Nee, want er wordt namelijk gezegd... van er komt natuurlijk, er is steeds minder voorraad... of steeds minder voedsel. En er zijn gewoon heel veel insecten. Dus ja, 1 en 1 is 2. Het zou een oplossing zijn als we met elkaar meer insecten gaan eten. Want er zitten ook eiwitten in en zo. Dus, ja. Maar... of als we dat nou met z'n allen gaan doen... en we gaan in plaats van een patatje... halen we zo'n zakje gefrituurde springkaas... dan weet ik niet of dan, zeg maar, we dan weer niet met een insectentekort komen te kampen. Nou, dat denk ik niet. Oh. Nou ja, het is maar de vraag. Dat denk ik niet. Hè. Waarom denk je dat? Een springkaas en een muis. Ja. Unbelievable hoe snel zij zich vermenigvuldigen. En ik denk dat daarom het wel eens zou kunnen zijn dat dat de solution is voor die wereldvoedselprobleem. Maar we moeten er nog wel even aan. Maar de vraag is dus deze. Zou het zijn dat als wij allemaal aan de insecten gaan, dat wereldvoedselprobleem, is klaar? 0800-1121, want ik ben niet van de antwoorden. Sorry, dus fijne nacht. Ja, goeie nacht ook, Ben. Dag. Doei, meisje. Hoi. Adrie. Ja, hallo. Het ging over kentekenplaten. Ja. Ik moest even naar die kentekenplaten die meneer hebt. Dat zijn gewoon oude platen. Ja. Dus en ik denk dat er nog een ontheffing is dat die nog steeds geleverd mogen worden. Want anders moeten ze al die platen weer donderen. Maar dat alleen taxis een ontheffing hebben of zo? Nou, ik denk dat, kijk, die mensen die dat inkopen, er liggen zoveel van die blauwe platen. Want je moet dus, als je ze haalt, moet je gele platen moet je al inwisselen. En als je een oudere auto hebt, dan kan je nog gele platen hebben waar geen goedkeuringsnummer in staat. Maar je moet ze inleveren. En dan krijg je dus blauwe platen. En dan moet je ook eens... Nee, maar Adrie, lopen nu allemaal dingen door elkaar. Het gaat gewoon om dat op een geel nummerbord zit een blauw vlakje waar NL in staat. En de sterretjes, Europese sterretjes, ja, maar zeg maar. Ja, staat erin geslagen, hè? Ook. Dat weet ik niet. Maar het staat in ieder geval bij taxis, staat het er niet, zegt Martin. Zegt hij. Nou, ik denk, dat zijn oude platen. Oh. Dan moet je zeggen, geef me even een paar nieuwe platen. Oh, maar dan, er zijn dus geen taxiplaten die wel al geel zijn, maar waar dat blauwe stukje niet in staat. Dat gaat dan om de oude blauwe plaat. Oude blauwe platen. Ja, ze hebben gewoon die oude blauwe platen. Dus die blauwe plaat die gaat in een matrijs. Oh. Dan zijn die letters erin gelegd. Ja. Dan op het moment dat die letters, dan halen ze door een apparaat, die drukken die letters erin. Dan gaat er een rolletje over, zeg maar, met zwarte inkt. En dan worden die letters worden zwart. Maar of je nou een oude plaat of een nieuwe plaat, die goedkeuringsnummers, ik weet niet hoeveel jaar dat nou is. Maar kijk, als iemand een hoop van die blauwe platen inkoopt op voorraad, en voor die Amerikaanse auto's, dan moet je weer een apart, als je een klein nummerbord moet hebben, moet je een apart papier hebben, want dan mag je niet eens een klein bordje op die Amerikanen zetten. Want die hebben voorop soms een klein nummerbordje. Maar er zit ook, in principe hoort er ook een goedkeuringsnummer in te zetten. En waarschijnlijk mogen die blauwe platen nog worden opgemaakt. Blijkbaar. En ik denk dat misschien over 5 jaar staat het nummer in al die blauwe platen. Okay. Als je denkt, nou die taxis, laat het maar doorschieten. Oh. Als de APK het nog goed vindt hoor, ik weet het niet. Nou, blijkbaar. Dankjewel, Adrie. Dus het meest waarschijnlijke
Ja, ik kan geen plaat meer vragen, want er is al een plaat geweest. Oh, gelukkig, dus want dat is ook helemaal niet de bedoeling, hè, Adrie? Nee, dat is ook de bedoeling niet. Het komt goed. We redden ons wel. Maar we maken de oude plaatjes op. Ja, ja? Ja, over oude plaatjes gesproken, er komt straks een oud plaatje voorbij. Nou, nu moet ik gaan. Doei. Ja. Hoi. 0800-1121. Jan? Hey, goedemorgen, Astrid. Het klonk echt heel apart. Ja, zeg het eens. Nou, dat klonk apart. Ik zet die even van de luidspreker af. Ja, maar het klonk als een waterdruppel in een emmer water. Dat was eventjes. Dat was wel een mooi geluidje. Zet hem nog eens aan. Ja, komt ie, hè? Ja. En nu weer uit? Ja, en nu weer uit. Ja. Ja, leuk, hè? Doe nog eens. Hop, nu staat hij weer op de speaker. Speaker weer uit. Nou. Nee, hij moet nog uit. Nu staat hij nog uit. Ik heb geen waterdruppeltje nog niet gehoord. Oh. Nou, zo kunnen we er nog best lang zoet mee zijn. Is hij nu uit of aan? Nou is hij uit. Oké. Okay. Waar belde je voor, Jan? Oh, ja. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Nee, ja. Maar zullen we nog een keer... Doe nog een keer de waterdruppel. Ja, sluit dan. Nu is hij aan en doen we weer uit. Hij staat al uit. Nee, nu heb ik je op de speaker. Volgens mij doet hij het als ik hem aan... Nee, ik heb hem nou niet op de speaker. Oh, oké. Okay. Nee. Het is heel leuk als je hem aan of uit zit, dan doet hij ploep, zo een ploep, zo met druppeltjes. Ja, mijn telefoon heeft heel veel leuke geluidjes. Ja, wat heeft hij nog meer? Ja, met allerlei geluidjes van als mensen bellen, die hebben allemaal zijn eigen geluidjes. Oh. En, geluidjes van Facebook en geluidjes van WhatsApp. En, oh. Heel apart. Je bent er maar druk mee. Nou, geweldig, nou, hè? Weet je inmiddels weer waar je over belde, Jan? Blij mee, maar... Oh, waar je over belde. Ja, nou weet ik het weer. Ik heb van de week, afgelopen week, heb ik twee keer moeten krabben voordat ik naar mijn werk ging. Echt? Ja, echt. Oh. In het begin van de week. Oh. Ja. En nou is mij opgevallen, tenminste is mij wel eens vaker opgevallen, maar nou dacht ik, oh, daar moet ik eens even voor bellen, misschien dat iemand dat weet. Mm-hmm. Ik moet vaak mijn voorruit krabben en mijn zijruiten zijn dan nog wel beslagen, maar er zit geen ijs op. Oh. Dus voor is wel bevroren en de zijkant niet. Dat vind ik frappant. Oh, dat is bij mij niet zo. Dus misschien sta je ergens, sta je tussen twee warme auto's geparkeerd. Ja, maar ik sta gewoon in een rijtje. En ik hoor een rijtje uitzien. Oh. Die zou er dan vanuit gaan dat even de voorkant en de achterkant ontdooid zou blijven. Maar daarachter hoef ik nooit te krabben, want ik heb een busje. Maar de voorkant is vaak wel bevroren. Mm-hmm. En de zijkant niet. Oh. Ja, dus ik weet niet of daar iemand meer daar wel eens ooit mee te maken heeft. Maar ik heb dat wel eens, wel eens vaker. Dat valt mij dus inderdaad op. 0800-1121. Ik ga het proberen te ontcijferen, Jan. Nou, is goed. Bedankt. Succes, graag gedaan. Doen we nog één keertje, druppeltje? Ja, ik dacht, ik was wel bang. Eén keer. Aan, hè? Ja. Nog een piepje achteraan. Dankjewel, Jan. Hoi. Jimmy. Ja, dat ben ik. Hi. Goedenavond. Hallo. Zeg het dus. Ik wou reageren op de vraag over popsterren die vanuit Nederland moeilijker zo succesvol worden als vanuit een land als Amerika. Mm-hmm. Ik denk dat dat te maken heeft met de structuur die je nodig hebt om te excelleren. Dacht ik zo. Ik kon me voorstellen dat als je popster bent, dat je een gigantisch team nodig hebt met allerlei verschillende... Nou, van allerlei verschillende kanten ontwikkeling. Yeah. En dat vanuit het Nederland moeilijker te realiseren is. Je hebt veel minder mensen hier. Yeah. En je moet ook nog per artiest moet je dat voor dat product op zich creëren. Zowel voor een voetballer kun je onder de vlag van een club die inspanning verrichten voor gelijk een heleboel. Oh ja, dus we hebben niet alleen de muzikanten nodig, maar ook hele goede producers en agenten en PR-mensen en mixers. En, oh.
Dat denk ik. Dus we hebben hele goede geluidsmensen nodig en we zitten met Bengt en Yves. Ja, ik denk dat er wel de kwaliteit op zich hier rondloopt. Maar ja. Ik denk dat het moeilijker is om zo'n machine te creëren als je wel in zoiets als Hollywood, dat is toch iets omvangrijker dan we hier kunnen creëren. Nou, er zou zomaar iets in kunnen zitten. Ik vind het mooi bedacht, Jimmy. Dank je wel. Ik had ook nog een vraag. Ja. Waar ik al een tijdje mee rondloop. Mooi. Het valt mij op, als ik naar de lucht kijk en ik kijk naar de sterren, dat als ik voorbij sterren kijk, dat ik ze dan beter zie, of soms zelfs alleen maar dan zie. Oh. Als je rechtstreeks in sommige kleine lichtpuntjes kijkt, dan zie je niks. Maar kijk je er langs, dan zie je ze heel helder. Ik zit even te kijken, want ik had nog niet zo lang geleden had ik iemand aan de telefoon die had dat als aandoening. Een macula-degeneratie. Heb je een macula-degeneratie? Oh, kijk. Dat zou mooi zijn om daar nu even achter te komen. Nou ja, nee, dat zou helemaal niet mooi zijn, want dat kunnen ze volgens mij niet maken. Nee. Dus, maar... Ja, ik heb het niet echt met andere dingen. Ik heb het vooral met sterren. Ja, dat heb je in het dagelijks leven niet heel hard nodig. Tenzij je bij de sterrenwacht werkt. Ja, dat viel me op. Ik heb het dan vooral over hele lichte sterretjes. Als je daar recht in kijkt, dan kunnen ze ineens in het zwart verdwijnen. Maar zodra je er langs kijkt, en vooral als je veel beweegt met je ogen, dan zie je veel meer verschillende dan wanneer je gewoon focust. Maar dat zou dus ook afwijking kunnen zijn, hoor ik. Het zou kunnen. Dus even voor de zekerheid even naar de dokter. Maar misschien is het ook wel een bekend verschijnsel dat je een ster beter ziet als je er niet meteen recht heen kijkt, maar een beetje er langs. Alleen dan moet je wel weten waar je moet kijken als je er een beetje langs wil kijken. Nou ja, ik bedoel meer als je een beetje zo door de lucht heen kijkt, dan zie je wat patronen. En zodra je dan één ster echt op focust, dan verdwijnt die in het zwart. Ja. En ik heb het wel eens eerder met mensen gehad. En dan krijg ik af en toe wel eens wat suggesties van kegeltjes en staafjes en zo. Ja, precies. Maar ik was benieuwd wat er nou daadwerkelijk. Misschien is er wel iemand die er echt precies weet hoe het zit. Ja. 0800-1121. Ik ga op zoek, Jimmy. Dankjewel. Goeienacht. Sanne buiten. Sterren aan het zoeken. Het zou zomaar kunnen. 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Mark, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb een antwoord op een vraag die je niet durft te stellen. Oh, fijn. Dan zijn we daar ook meteen vanaf. Ja, dat dacht ik dus ook. Wacht even. Ik zal om eventjes voor de mensen die net even in slaap waren gesukkeld, zal ik Bengt zelf de vraag nog een keertje laten stellen. Dus even... Waarom smaakt beffen zout? Ja, en hij zegt niet bessen, hij zegt echt beffen. Ja, daar was nog eventjes verwarring over. Heeft vooral te maken met de zuurtegraad. Dat is raar. Als je dus zeg maar met je tong over je eigen huid ingaat, over je arm, dan proeft dat ook zout. Ja. Waarom is dat? Waarom is dat? Ja, het is de samenstelling van je huid, zweet. Ja, daar zitten zouten bij in. Ah. Ik neem aan dat je huid het zout naar buiten brengt. Ja, blijkbaar. Ja. En het dan schijnt ook te maken te hebben met wat je eet. Oh, dat kan nog verschillen. Dat heeft ook effect. Oh, dus het heeft ook nog te maken met wat in dit geval de vriendin of een vriendin van Bengt eet. Ja. Goed. Maar er zijn twee hele goede manieren om het op te lossen. Op te lossen? Als je het als probleem ziet, ja, dan? Ja. Dat is ten eerste jezelf goed wassen van tevoren. Oh ja. Want dan neutraliseer je dus. Dat is ook als je doucht, zeg maar, dan proeft je huid ook niet zout. Nee. Want dan is dat eraf gewassen. Of een fles slagroom gebruiken. Briljant, Mark. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hé, wat gaan er een hoop mensen een leuke nacht tegemoet dankzij jou. Fijne nacht.
Joe, doeg. Ja, wat een keurig antwoord. Ik ben er heel blij mee. En ik vink de boel hier ook af. Daar ben ik ook heel blij mee. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Jos? Sorry, ik moet aan die slagroom denken. Maar ja. Ja, nee, dan begrijp ik dat je daar vrolijk van gaat lachen. Ja. Ja, is ook gezond, hè? Slagroom en lachen. Nou, de slagroom is niet gezond, hoor. Nou, ligt aan de hoeveelheid. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, daar heb ik geen vragen over gesteld verder. Ja. Waar belde je over, Jos? Nou, ik had een antwoord en een vraag. Ja. Kun je me goed verstaan? Wat? Kun je me goed verstaan? Ja, gaat prima. Ik probeer die echo niet te horen, oké. Okay. Nee, ik hoor ook een echo. Het is, ja, ik hoor ook een echo. Maar ik versta je verder prima, ja. Oké. De vraag over wereldvoedselprobleem en hoe we de wereldpopulatie kunnen voeden. Mm-hmm. Ik moest het niet te wetenschappelijk maken, zei ze maar aan de redactie. Dat is alvast een goed begin, ja. Dus ik probeer aan te sluiten bij de sfeer van de volgende. Nee, dat niet doen. En dan gaan we het wereldvoedselprobleem ook nog oplossen met bussenslagroom. Ja, met bussenslagroom. Wow, dit is echt, als ik slagroomproducent was, dan... nou goed. Ja. Ja. Maar de Harvard University heeft daar onderzoek naar gedaan. Kun je op de website vinden. Maar de korte, simpele samenvatting is... Als ze nou eens voor de helft vegetarisch gaan eten... Ja. Aangevuld met een klein beetje vis en vlees... maar overwegend dus eiwitten uit planten... zaden, granen, bonen... dan is het wereldvoedselprobleem opgelost. Oh, echt? Is het zo eenvoudig? Ja, alleen... ja, je weet, mijn zoon die doet ook voeding en gezondheid... en ik heb ook preventieve geneeskunde gedaan... dus wij pieken over dit soort dingen. Ja. Na... Ja. Denk erover na. Maar het is heel moeilijk om gedrag te veranderen. Dus als mensen meestal vlees gegeten hebben, dan vinden ze het heel moeilijk om dat te veranderen. Dus dat gaat maar traag. Dus daarom is het ook verstandig om geleidelijk aan, als je wil veranderen, na 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen, als je wil zelfs 5 of 6 dagen, vegetarisch. Maar ik zou het geleidelijk doen, die omschakeling. Mm-hmm. Maar, het antwoord, ja? Maar de vraag is, als we met z'n allen insecten gaan eten... Ja, zou ik niet doen. Oh. Het kan wel, ja, maar met er is slagroom. Een vele goedkopere en betere oplossing die ook veel beter voor het milieu is. Want ja, het nadeel van vlees eten en ook van alle voedselindustrie, en dan worden dus die... insecten, ook voedselindustrie, is als je bijvoorbeeld koeien en varkens gaat kweken, krijg je en kippen, krijg je veel meer risico's op allerlei infecties en gewoon, je kunt eigenlijk beter inzetten op proberen naar de helft vegetarisch te gaan. Tenminste, als je vanuit de volksgezondheid denkt en als je vanuit het milieu denkt. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Jos. En heb ik nog een vraag? Ja. En ik probeer hem heel simpel te maken, want het is eigenlijk een ingewikkeld verhaal. Hoe kan ik dat simpel zeggen? Nou, je ziet in de laatste 100 jaar een enorme toename van chronische ziekten. Ik denk dat je dat wel weet. Kanker, hart, vaatziekten, diabetes, overgewicht neemt enorm toe. Ja. En toch, je kunt dat oplossen. Namelijk door preventie, hè? Leefstijl, leefomgeving verbeteren. Je moet iets korter samenvatten, Jos, want anders dan zijn we morgen nog aan het praten. Okay. Ja. En er wordt maar 1% uitgegeven aan preventie in de volksgezondheid. Dus is het dan niet veel wijzer om in onderzoek en in voorlichting en in gedragsverandering veel meer in preventie te investeren, zodat er minder kanker, hart, vaatziekten. Want nu geven we ongeveer 20% van ons budget uit aan volksgezondheid, maar dat wordt dadelijk 30, 40, 50, 60. Nou, omdat we worden steeds ouder. Maar in de ouderdom komen er steeds meer ziekten. Ja.
Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag, hè? Nee, maar helemaal niet. Je praat er alleen heel lang over. De vraag is eigenlijk gewoon, waarom doen we niet meer aan preventie van chronische ziekten? Ja, precies. Ja. En dat is dus ook wat mijn zoon nou studeert in Wageningen. Kijk, daar hebben we wat aan die zoon van jou. Nou, dat hoop ik. Ja. Maar ik hoop dat de regering en ook de mensen... De mensen zijn nou ook aan het eisen van laat die banken eens eerlijk worden. Wordt zelfs in de politiek over gesproken. Vind ik een goede zaak. Maar Jos, ik hoor het alweer. Het is geen vraag. Het is eigenlijk gewoon een advies. Laten we gewoon meer investeren in preventie van chronische ziekten. Ja, maar ik vind het ook heel leuk als de luisteraars meedenken over van... Ja, maar ja, meedenken, daar zijn we niet van. Het is of vragen en antwoorden. Ja, vragen en antwoorden. Dus dit is meer een advies. We nemen hem mee. Maar volgens mij zit je niet op antwoorden te wachten. Tenzij er nu iemand denkt van, oh ja, maar dat kan niet, want... Nou, en als iemand dan met een geniaal idee komt, ja. Dan moeten ze maar stand.nl bellen, hoor, met geniale ideeën. Oh, dit is niet van de geniale ideeën. Nee, vragen en antwoorden, dat is het principe. Het is vrij eenvoudig. Dit is meer van de slagroom. Ja, van de slagroom inderdaad. Van die eenvoudige oplossingen voor van die kleine problemen. Hey, dankjewel hè, Jos. Dankjewel. Doei. Dag. 0800-1121. Bastiaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is ook net afhankelijk van hoe je je voelt. Ja, nou ja. Ja. Het is gewoon goed eigenlijk. Ja. Even over het blauwe platen. Of het NL-tekentje in de kentelijke platen. Het is eigenlijk heel simpel eigenlijk. Oh. Het NL-teken, dat staat eigenlijk in iedere kentekenplaat van de Europese Unie. Ja. Zowel Nederland, Polen, allemaal op dezelfde manier. Blauwe rondje met die sterretjes en de benen in het landteken. Dat is verplicht, dat is een Europees besluit. De andere kentekenplaten, zoals de blauwe, maar ook de groene en ook de witte. Ja. Want we hebben nog meer kleuren natuurlijk, hè. Oh. Dat vallen allemaal onder de tijdelijke kentekenplaten. Oh. Dus eigenlijk is het gewoon een nationale plaat eigenlijk, waar geen kenteken of geen NL-teken op hoeft. Want de groene plaat, dat is dus een plaat die je gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van een proefrit. Ja. Uitsluitend. Ja. Is alleen maar toegestaan in Nederland de witte plaat. En dan praat ik over de witte plaat voor invoer van bijvoorbeeld auto's. Ja. Die ook tijdelijk plaats op een auto. Er zit ook geen NL-tekentje op. En de blauwe kentekenplaat van een taxi. Er zit ook geen NL-tekentje op. Omdat het ook valt onder de tijdelijke kentekens. Oh. En die blauwe is eigenlijk heel simpel. Er wordt namelijk geen BTW en geen BPM over betaald. Oh, dus ja. Ze krijgen dus een tijdelijke kenteken. En dat kenteken, dat houden ze ook gewoon. Verkopen ze een auto, blijft hun kentekenplaatje, nummertje hetzelfde. Gaat gewoon de volgende auto. Eigenlijk heel simpel. Hoppakee, ik heb hem doorgestreept, Bastiaan. Dankjewel. Mooi, hè? Duidelijk, hè? Ja, een begin en een eind. En ik begreep het helemaal, wat op zich ook opmerkelijk is. Ik ben er blij mee. Dankjewel. Dankjewel. Goedje. Jo, goeiedag. Doei. Fred. Ja, dag, Roosteren. Goedemorgen. Hallo, Fred. Hoi. Hallo, Shalai. Ik heb er een vraag, zie ik al een hele tijd over na te denken. Wie heeft die fantastische uitvinding, elektronische alarm, luchtalarm uitgevonden? ik hoor het niet, ik vind het een kermisattractie. Ik denk, weer die luchtkoei. En nou met die driedubbele beglazing hoor je me helemaal niet meer. Oh. Hoe kunnen ze dan de mensen waarschuwen? Want in de polder, stel dat de polder met water loopt, dan moet je met een bootje rondvaren. Ja. Ja, ik vind het zo raar. En hier in het Biddinghuis hebben ze 2 schoten in plaats van 3. Ik heb de gemeente eronder dikwijls opgewezen. Ja, dat werd verwezen naar de brandweer en die ging erover. Ik zeg, ja, die heb ik ook gebeld. Ik moet nog antwoord krijgen. En dat is alweer verleden jaar geweest. Maar Fred, er lopen even wat dingen door elkaar heen. Waar heb je nou over gebeld? Oh, over die luchtalarm. Ja, ik had nog een vraag. Of hij iets over de NS. Ja. Maar het is namelijk zo, toen ik op Sicilië was, reed soldaten mee op de trein. Nou ja, voor mij de mariniers op de trein. Waarom doen ze niet de beveiliging? Het gaat er om nationale veiligheid.
Want ik was in 88 uit Utrecht en in Den Dolwe bleef de trein stilstaan. Ik denk, wat duurt het toch lang? Nou, er was er eentje die wilde niet betalen en die maakte zoveel stennis. Toen werd gevecht op het balkon van de trein. Ja. Hup, de trein uit. Ik heb die man ontzet met het risico dat ik ook een mes in mijn donder kreeg. Ja. En ik vind het zo raar. Dat noemen ze massahysterie. Mensen blijven gewoon staan kijken hoe die man, arme man in elkaar geslagen wordt. Ik vind het laf. Sorry, dan word ik opstandig. Nou, maar we hebben toch allemaal geleerd dat je moet oppassen voordat je je bemoeit met een handgemeen. Nou, dat is typisch Nederland. Zeggen ze, niet mee bemoeien hoor, dan krijg je ook klappen. Nou, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Ik spring er gelijk bovenop. Ja. Dan mijn klappies. Ja, maar dat zit ook wel weer wat in. Gered. Ja. En die had een enorme 5 centimeter splinter in zijn nek zitten. Die moet met zijn hoofd door de ruit van die station van Den Dolder. Nou ja, de enige, want de directie NS heeft me niet bedankt. Alleen zijn directe chef en de conducteur, die standplaats in Zwolle. Nou, ik vind het een beetje raar hoor, wat ze nou aan het vaatstuk zijn. Ze moeten gewoon veiligheidsmensen op de trein zetten. En dan een paar van die flinke bonkenverkeer. Ja, zeg maar. Nou ja, het zou natuurlijk heel gezellig zijn. Maar ik bedoel, een treinkaartje is nu al niet te betalen. Als er nou ook nog op iedere trein kleerkasten moeten worden geïnstalleerd. Nou ja, ik vind ook die OV-kaart vind ik erg moeilijk voor oudere mensen. Die snappen helemaal niet. Ja, want dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Nou ja, laat de treinkaartje maar weer terugkomen. Oh ja. Hé, bedankt Fred. Fijne uitzending verder. Ja, jij ook. Over die luchtalarm, ik zou niet willen weten wie dat uitgevonden heeft. Oh, echt? Ja, nou. Ja, nee, kijk, ik begrijp met de mensen die Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Nee, we gaan nu. Nee, wat het. Nee. Dankjewel, Fred. Oké. Doei. Hoi. Peter. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Zeg het dus. De vraag: mag de bank je dwingen een internetovereenkomst te laten ondertekenen met als dwangmiddel je persoonlijke toegangscode te blokkeren? Onder het mom dat de toegangscode moet worden vernieuwd. Als je dus altijd je beursopdrachten via de telefoon naar de beleggersservice doorgeeft, beginnen ze opeens met een internetovereenkomst. Nou, je mag nog wel via de telefoon dan. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk, als je die hebt ondertekend, dat als de bank het in zijn hoofd krijgt en zegt, nou, we gaan helemaal op internet over. Je hebt er tenslotte dan wel voor getekend. En hoe los je dat probleem op? Je mag natuurlijk de bank verlaten, maar andere banken hebben hetzelfde systeem waarschijnlijk. Dus dat lost niks op. Maar mag de bank in feite je aandelenportefeuille gijzelen om je te laten ondertekenen een internetovereenkomst? Dat is eigenlijk de vraag. Goh. Het is geen eenvoudige vraag. Nee, het is niet zeg maar een ABC'tje, of zoals wij tegenwoordig zeggen, een busje slagroom. Het is, ik zit eventjes na te denken. Wacht even voor mij, hè. Je belegt dus via de bank in aandelen. En dat doe je altijd. Dat doe je via de telefoon. En nu zegt de bank, luister, we willen dat je dat via internet gaat doen. En daar moet je. Oh. Nee, dat hoeft nog niet. Nee. Maar ze willen op voorhand nu door je persoonlijke code ongeldig te verklaren. En dan zeggen ze, ja, je moet een nieuwe persoonlijke code hebben. Yeah. Maar dat hebben ze dus als middel, gebruiken ze, om je als doel een internetovereenkomst te laten tekenen die ze naar hun goeddunken, te zijn de tijd of wanneer dan ook. Ja. Yeah. Ik begrijp het niet. Want als je nu opbelt en je zegt, ik wil al mijn aandelen in My Little Pony wil ik verkopen. Dan zeggen ze, nou Peter, wat is je persoonlijke toegangscode? Dan zeg jij 1, 2, 3, 4. Ja. En dan heb je verkocht, zeg maar. Maar nu zeggen ze. Dan krijg je toegang tot de order service. Dan krijg je een beleggersadviseur en die zeggen, wat wilt u? Ja, zeg je, ik wil mijn My Little Pony aandelen verkopen. Dat is het. Dus je wordt pas doorverbonden als ze het geverifieerd hebben via je code. En nu zeggen ze dat je een nieuwe code moet krijgen. En die code krijg je alleen als je eerst iets ondertekent. Precies.
een internetovereenkomst. Nou, er zijn voldoende mensen die willen absoluut niet via internet bankieren. Nee. Maar er zijn er ook zelfs nog die geen internet hebben. Nee, precies. Maar zeg, dat is niet zo erg. Dat belgebeuren, dat kan gehandhaafd blijven. Maar waarvoor moet je dan een internet overeenkomst ondertekenen voor mensen die dat niet willen? Zelfs maar wat is een internetovereenkomst? Nou, dat je dus alles via internet gaat ontvangen, je afschriften, dat je je orders plaatst via internet en dat je alles wat van de bank is via internet naar binnen komt. Ja. En als jij tegen de bank zegt, ik heb geen internet, dan krijg je geen nieuwe code. Precies. Dat is een raar verhaal. Je kan ook vertrekken voor iemand die al jaren bij de zogenaamde bank is. Nou ja, het is natuurlijk sowieso raar dat ze hun klanten gewoon wegsturen. Maar het is... Daar hebben ze geen enkele moeite mee, want de bank is toch al erg populair op het ogenblik. Oh, ja, maar het is meer, ik zit er even over na te denken, want ze leveren dus een dienst. En mag je zomaar stoppen met het leveren van een dienst als je de voorwaarden verandert? Dat is inderdaad een mooie kwestie. Dat heb je heel goed samengevat trouwens. Ik hoop dat Ruben wakker is. Ja, die zal het ongetwijfeld. Die zal het weten, maar als stel nou dat dat niet het geval is. Als iemand anders het weet, dan mag diegene via internet van zichzelf laten horen. Of even bellen naar 0800-1121. En het codewoord is dan broccoli. We gaan het afwachten. Ja. Hey, bedankt voor de vraag, Peter. En sterkte ermee vast. Zeker. Joe. Goed met je programma, fantastisch. Fijn om te horen, dankjewel. Ja. Dag. Het moet een goede belegger zijn, die Peter, die heeft er zicht op. Wall Street. En dan de shuffle. Dummy. Hallo, ik heb wel een antwoord. Ik heb gemaild over die bank met de SP toevallig, dus dat hoorde ik net. En die zei dat het waarschijnlijk een onrechtmatige daad was van de ABN AMRO. Oh. Dat ze, ja, je wordt gedwongen om een internetaccount te openen en dus ben je ook bereikbaar voor hackers. Dus veel mensen willen geen internetaccount, want je moet hem wel aanmaken. Mm-hmm. En op dat moment ben je bereikbaar voor hackers. Maar goed, dat is, de SP mailde mij 2-3 weken geleden dat het waarschijnlijk onrechtmatig was. Oh, wauw. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Ik heb een vraag. Ja. En een heel klein vraagje voor jou. Wat is er mis met het woord beffen? Want je bent toch geen non? Je bent toch een geëmancipeerde vrouw? Ja, nee, maar ik ben wel een beetje zo nog opgevoed van dat het allemaal wel een beetje netjes mag. En ik weet, kijk, waar ik moeite mee heb, dat maakt er eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want ik ben alleen maar een verbindingsmiddel tussen mensen hier. Maar ik weet dat er mensen zijn die 's nachts wakker liggen of aan het werk zijn. En die gewoon het liever niet willen dat het over dat soort onderwerpen gaat. Maar aan de andere kant vind ik, dit programma wordt samengesteld door jou. En door mensen die rondlopen met wat voor vragen dan ook. Dus waar je ook mee belt, ja, wie ben ik om te zeggen dat mag wel en dat mag niet. Maar ik, aan de ene kant dat ik weet dat mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. En aan de andere kant mijn volstrekt preutse achtergrond maakt dat ik dan toch even denk, oh, het gaat over beffen. Ja. Oké, nou goed, even mijn vraag nu dan. Ja. Want dat is het volgende. Kijk, ik ben iets van de afgelopen 30 jaar ben ik uitgelezen. Ik ben homoseksueel in het homoleven. Dat wil zeggen, als ik onder aangeschoten of een beetje dronken mensen ben, dan ben ik eigenlijk dominant of zo niet nagenoeg helemaal onder homoseksuele mannen. Ja. Door toeval ben ik een half jaar geleden echt in het heterocircuit terechtgekomen en daar heel veel uit geweest. En dan ben ik ook, omdat je in het uitgaansleven zit, onder aangeschoten of dronken mensen. Waarom zeg ik dat? Mensen die onder alcohol zijn, daar vallen de remmingen weg. Hè? In vino veritas, in wijn zit de waarheid. Dus je leert mensen die aangeschoten zijn, leer je veel sneller kennen dan mensen die nuchter zijn. Mm. Wat viel mij nou op? Je kent waarschijnlijk de term wel, de valse nicht. He, dat nichten, dat homo's zeg maar over het algemeen valser zijn. En wat viel mij nou op, en ik heb veel bijval gekregen, met name van hetero meiden die dat zeiden, van nee, daar heb je gelijk in, dat hetero's net zo vals zijn als homo's. Alleen ze verbergen het. Oh. Dus ze zijn gluipiger.
En dit kwam ik in één keer, drie maanden geleden, tot de constatering. En toen ben ik goed gaan opletten. Toen heb ik het aan twee vriendinnen voorgelegd. Ik zeg, is dat zo? Toen zei een van die vriendinnen, Ursula, die zei van... Oh ja, zegt ze, het is dezelfde shit. Alleen anders verpakt. Ik zeg, maar hoezo komt het dan dat wij, zeg maar... Dat je de term de valse homo kent, de valse nicht... Maar niet de term de valse hetero. Toen zegt ze, ja, dat kan ik niet verklaren, maar... Mijn vraag nu is eigenlijk, waarom schamen homo's zich... Dit is allemaal gegeneraliseerd, hè? Ja, nogal. Gegeneraliseerd. Ja. Want anders... Nee, nou, ook niet nogal. Het is gegeneraliseerd. Maar ik heb echt die 30 jaar, kan ik afzetten tegen dat half jaar. Ik ben dus echt een ervaringsdeskundige wel. Ja. En ik vraag me af, waarom schamen homo's zich over het algemeen niet... voor hun lagere impulsen? Maar hetero's wel, veel meer... En een antwoord kan misschien liggen in het feit dat, maar dat weet ik niet, ik hoop dat bepaalde luisteraars dat wel weten, dat homoseksuelen veel speelser zijn, neoteneuzer heet dat, dat is een wetenschappelijke term. Hoe heet het? Neotenie. Dat neotenie is het overbrengen van jeugdige kenmerken over de puberteit heen. Hoe hoger een diersoort is, hoe langer die kind blijft. En hoe hoger de diersoort ook, hoe meer, hoe vaker een dier, zeg maar, en de mens is natuurlijk ook een dier, in de volwassenheid kinderlijk blijft, kinderlijke kenmerken blijft hebben. Oh. Dus bijvoorbeeld geen beharing meer op de huid, maar ook veel speelser gedrag. Mensen zijn, en apen blijven ook als ze volwassen zijn veel speelser en dolfijnen dan bijvoorbeeld koeien of paarden. En homo's, die zijn veel speelser, over het algemeen, dan heet het, kijk, als je 100 homo's in een ruimte zet, dan heb je na 10 minuten een musical. He, of je wel of geen drank schenkt, dat is gewoon een en al gouden hoer met elkaar. Maar als je 100 hetero's bij elkaar zet, dan heb je alleen wat gebrom en wat naar elkaar en kijken. Voetbal en voetbal uitslagen. Heel veel drank bij, en voordat dat uiteindelijk een keer allemaal loskomt. Dus misschien is het antwoord wel neotenie. Daar kun je op googlen. Dat is 15 jaar geleden is dat ontdekt dat homo's neotineuzer zijn. Nee, ik vind het een prachtig woord. Maar ik zit echt. Ik ben nu gefascineerd door het feit dat je inderdaad, als je groep homo's bij elkaar zet, heb je na een uur een musical. Ik vind het een prachtige opmerking. Het is niet altijd waar natuurlijk. Maar het is gegeneraliseerd. Maar echt, inderdaad, echt als je 10 hetero mannen bij elkaar zet, heb je in ieder geval niet na een uur een musical. Tenminste. Nee, als bij mij thuis, zeg maar, er komen een paar homo-vrienden binnen. Ja. Heb je binnen 10 minuten heb je 18 Wim Sonneveld opmerkingen te pakken. En als je drie hetero's hebt, wel gebrom over het werk, gezeur hierover. Het zijn wel aardige mensen, maar het is echt niet de gein die je met. En dat, als ik dat nu. Ik heb het nu voorgelegd aan alle andere hetero-vrienden van mij. Die zeggen: nee, dat is gewoon zo, ja. Dat is wel zo, ja. En misschien dus dat ik het antwoord heb gegeven met neotenie, maar ik denk, ja, ik gooi het allemaal even in on the air. Ik gooi het allemaal echt in de... Trouwens, het is wel wachtzuster met jou, hoor. Potverdomme, 22 minuten. We moeten... Dammy, ik vind het allemaal prima, maar ik zit nu na te denken over de generalisatie van homo's en dat ik dat eigenlijk niet wil, maar dat ik enorm met je mee aan het gaan ben. Dus ik zit er nu eventjes over te piekeren. Oké. Okay. Want ik vind dat het... Ik wil eigenlijk liever niet generaliseren. En het is net als dat ik ben ook een beetje DJ en dan is altijd de discussie, waarom zijn er niet meer vrouwelijke DJ's? En dan denk ik altijd, ja, het interesseert me niet. Ik wil gewoon de beste zijn. Ik wil niet aangenomen worden omdat ik een vrouw ben. Maar het is natuurlijk Maar het is wel zo dat je soms moet je, om te theoretiseren, moet je generaliseren. Om het over iets te kunnen hebben. Ja. Want als je altijd heel specifiek wil blijven, dan kun je soms bepaalde topics kun je niet bespreken. Kijk, er zijn een aantal vrouwelijke eigenschappen, er zijn een aantal mannelijke eigenschappen, er zijn een aantal eigenschappen. En het woord zeggen eigenschap is natuurlijk niet helemaal dekkend. Dus je moet even generaliseren, maar er is hier echt iets, er is een tendens. Maar het wordt heel snel, het wordt heel erg snel negatief. Hoezo? Ja, als je gaat zeggen, ja, homo's hebben gezamenlijke eigenschappen. Als iemand zou zeggen verwijfd, dan denk je meteen echt, weet je wel. Of dat handje, weet je, dat soort voorbeelden komen er dan. Ja. Het voorbeeld wat jij geeft, dat er inderdaad Wim Sonneveld opmerkingen of een musical. Maar er zijn natuurlijk... Er zijn homo's die maar in één ding verschillen van een hetero man. En dat is dat ze op mannen vallen. Ja, dat zijn zelfs de meeste homo's. Ja,
Dus... Want het is namelijk niet zo dat de meeste homo's verwijfd zijn. Kijk, vroeger was het zo dat homotoko's vol zaten met verwijfde jongens, 30, 40 jaar geleden. En dat kwam door een sociale selectie. Die jongens die werden al uitgescholden de hele dag voor homo, ja, die konden net zo goed een coming-out hebben, dus klaar. En die jongens die wel een alternatief hadden, die een geheim homoleven konden leiden, omdat ze een mannelijke motoriek hadden, zeg maar, even zo, hè, een heteromotoriek, die konden, die gingen niet openlijk homo's, die gingen ook niet naar homokroegjes en die gingen het stiekem doen aan de snelweg. En zo selecteert zich dat uit. Maar de allermeeste homo's zijn, daar, zeg maar even zo uitgedrukt, daar zie je helemaal niks aan. Nee. Ja, nee. En ik zit altijd in mijn achterhoofd met gewoon een gemiddelde jongen uit Aalten. Die weet dat hij homo is, maar dat niet aan zijn ouders durft te vertellen. Omdat zijn moeder dan denkt dat hij gekleed in slechts een boa op een woonboot in Amsterdam gaat staan dansen. Die heb je zat. En ik kom 8 kilometer verder uit Lichtenvoorde. Kijk. Dus het is leuk dat je Aalten noemt. Want ja, ik noem maar een dwarsstraat. Het kan ook harder gereden of niet zijn. Heel leuk stadje trouwens. Gereformeerd overigens. Maar althans vroeger. Ja, dat is zo. Maar vroeger selecteerde zich dat uit. Er zijn zoveel... Je moet zo goed nadenken. Ik had een portier die zei... Homo's zijn intelligenter. Een portier in de homowereld in Amsterdam. Toen zeg ik nou... Nee, John, zeg ik. Ze zijn niet intelligenter. Maar het is zo dat... De meeste homo's die een coming-out hebben gehad... komen uit de midden- of bovenste lagen. Meestal, gelukkig niet meer helemaal zo... maar tot voor 10 jaar geleden was dat nog zo. Dus als jij hier homo's aan de deur krijgt... dan hebben ze vaak een hbo of een academische opleiding. Want in de lagere sociale lagen is veel minder coming-out. Hmm. Dus jij komt meer intelligente mensen tegen... onder homo's die geout zijn... dan onder homo's die niet geout zijn. Dus daardoor denk je, homo's zijn intelligenter... maar dat zijn ze niet... Als je alle homo's zou testen, dan zou je gewoon zien, dan zou je of creatiever vinden. Ja, nou ja, ja, maar het is wel, kijk, de uitdrukking valse nicht is gewoon een uitdrukking. En een uitdrukking wordt een uitdrukking als het in ieder geval overkomt, alsof het inderdaad veel voorkomt. Dus ik zit erover te piekeren. Ik heb er geen antwoord op, maar er is ongetwijfeld iemand die thuis zit die er wel iets zinnigs over kan zeggen. En daar zijn we voor. Ja. Bij de wachtzuster. 0800-1121. Okay. Ik moet ophangen, want anders moeten mensen te lang wachten om een antwoord te geven. Dankjewel, Danny. Dag. Dag. Gerard. Ja, hallo Astrid. Hi Gerard. Ben je de goede Gerard? Ik denk het wel. Dat weet jij zelf het beste. Ben je een goede Gerard? Ja, ik denk het wel, ja. Oh, oké. Okay. Ik ben eigenlijk veel te goed. Oh. En waar bel je over, goeie Gerard? Nou, net over het gesprek met die homo. Over dat ze dus amicaler zijn dan de gemiddelde hetero's. Amicaler, ja. Ja dat was niet echt de term, ja. Nee, maar goed, ik heb een... mijn moeder woont in een verzorgingshuis. Ja. 92. En daar zit ook een homo-verzorging. Oh. Die helpt mijn moeder gewoon ook. Maar hij is op de onze 2 verdiepingen verzorgt hij die mensen gewoon. Maar als hij als er iets te vieren valt in de zaal, of is hij speciaals, hij is de clown van het hele huis gewoon. Hij is de clown van het hele huis. Ja. Ja. En ook niet ze doen en laten. Maar hij blijft ook gewoon sociaal. Gewoon. Dat begint ook niet zo. Hij is gewoon eerlijk. En hij is wel de aanstichter van het hele, om het hele zootje op te sweepen. Ja. Maar het feit dat jij gewoon een gezellige homo kent... dat zegt natuurlijk helemaal niets verder over... over maar, homo's in het algemeen, toch? Nee. Want dat zeg je tegen je... Diegene die de telefoon opnam. Ja. Ik was een keer met een ruggeklop naar bad toe. Ja. Ik ben geen homo trouwens hoor. Maar, ik was aan het eten geweest. En in Engeland zijn we weinig restaurants. Ja. Dan moet je wezen in de pub eten. Dus dan moet je een bepaalde tijd... na die tijd ga je rondlopen. En die pubs die gaan dan een bepaalde tijd dicht om 12 uur. Weet je wel. En ik liep ook nog rond in de centrum. En ik zat nog lichtbomen bij een pub. En ik ga er binnen gewoon, maakt mij niets uit. Dan bleek een homofeestje om de gang te zijn. Nou, dat was net een carnavalsfeest.
Ja. En ik heb daar gewoon een uur, anderhalf uur gezeten. En die jongens die zaten, die gingen naar een hotel terug en... Maar ik vind het prachtig, Gerard, dat je allemaal goede ervaringen met de homoseksuele medemens wilt delen. Maar de vraag is natuurlijk, waarom bestaat de term valse nicht? Dat is de vraag. Oh, zo. Oh. Ja, vals. Ja. Dat kun ik eigenlijk niet dan... Nee, ja, ik weet het ook niet. Maar het was weer een voorzet. Dankjewel, Gerard. Ja, oké. Joe, doeg. Ruben. Ja, goeienacht. Goeienacht. Hallo, Ruben. Ik heb een bericht voor u en twee oplossingen. Mooi. Wat betreft die meneer van de bank. Ja. Bankrecht en overeenkomstenrecht. Die meneer... die kan niet gedwongen worden een overeenkomst te tekenen. Dat op de eerste plaats. Maar in de onderhavige overeenkomst staat in de laatste clausule... dat de bank gerechtigd is de voorwaarden te wijzigen. Ja, daar heeft die meneer voor getekend. Een van de wijzigingen van de voorwaarden is nu... dat men het wil gaan moderniseren door internetbankieren... betreffende de opdrachten voor effecten in te voeren. Dat is een nieuwe overeenkomst. En voor die nieuwe overeenkomst is er wels overeenstemming vereist. Dus die meneer die moet zijn wil, die moet het willen en de bank die wil dat. En die twee willen, als ze met elkaar overeenstemmen, is er een verbintenis. Is er dus een overeenkomst. Wat die meneer kan doen, ja. Is één. Ja. Hij kan de bank, wat de bank moet hem een redelijke termijn geven om deze zaak op te lossen. Dus hij kan tijd bedingen. 1 jaar bijvoorbeeld is een redelijke termijn. Hij kan op de tweede plaats een brief opzetten, een brief schrijven, waarin hij zijn bezwaren mededeelt. Want als hij een overeenkomst voor zijn neus krijgt, dan is het een wurgovereenkomst. Dus een overeenkomst zonder meer. Hij kan alleen maar ja of nee zeggen. Maar dan kan hij in zijn brief zetten welke bezwaren hij heeft en welke clausules hij van de overeenkomst niet accepteert. En een van de dingen is dat hij bijvoorbeeld het risico van misgangen aan de bank overlaat. Want de bank heeft in die standaardovereenkomst dat aan de cliënt gelaten. En hij moet het weer omkeren. Als hij geen overeenstemming met de bank kan bereiken, dan kan hij na dat jaar, dus de redelijke termijn, een andere partner zoeken om zijn zaken te regelen, zijn effectenzaken. Dus dat is heel duidelijk zijn positie. Hij heeft in ieder geval recht op een redelijke termijn om desnoods de zaak te doen overgaan naar een andere partner. Ja, maar ja, ze doen het allemaal, zegt hij. Nou, ze doen het niet allemaal. Want je hebt die instellingen, de grote banken, maar je hebt ook particuliere effectenbeheerders. Ja. En die hanteren allemaal ook concurrerende overeenkomsten. Bovendien... ze mogen niet allemaal één concept hanteren, omdat er anders sprake is van een kartel. Oh ja. En dat mag niet. Dus het moet van elkaar verschillen. En mag die meneer gewoon gaan winkelen. Hij moet de barricade op, geloof ik. Ja, nee, hij hoeft niet de barricade op. Want mensen met effecten, die gaan nooit de barricade op. Die doen het altijd in stilte. Ja, die willen gewoon maar bellen. Wat hij kan doen is het advies. Beding een redelijke termijn. Een jaar om je zaken te doen overgaan. Als je toch wilt blijven bij jouw huidige instelling. Maak ook teken overeenkomsten in een brief. En zet duidelijk van welke clausules...
je afstand doet. Dus stort er niet gelden in de overeenkomst. En het derde is, mocht het niet lukken, overstappen. Ja. Ja. En dan nog een bericht voor u. Ja. De vorige week was er iemand die vroeg over de OV-chipkaart, als die gekraakt was, wat het omvat. Ja. Nou, op dinsdag 21 april gaat Roel Geduld promoveren op dit onderwerp. Oh. En hij doet dat in het bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Dinsdagmiddag 21 april. En daar kan die meneer die zoveel belangstelling had voor die vraag al zijn antwoorden krijgen. Samenvattend geef ik het u terug in vier korte steekwoorden. Het saldo kan gemanipuleerd worden. Oh ja. De reishistorie kan aangepast worden. De identiteit kan gemanipuleerd worden. Dus die meneer kan bijvoorbeeld een kaart maken op naam van Nachtzuster. Ja. Omdat hij weet dat Nachtzuster niet reist. En dan op naam van Nachtzuster reizen. Het serienummer van de kaart kan gewijzigd worden. Omdat het serienummer en naamnummer altijd een combinatie is. Nou, die combinatie kun je wijzigen. En als je vraagt van waarom, dan is het kort. Je kunt jezelf een alibi verstrekken. Oh ja. Want stel je voor dat Nachtzuster reist van Hilversum naar Kampen, dan boekt hij die reis op zijn naam, terwijl er een misdaad gepleegd is in Maastricht. Nou, dat zou hij dus zichzelf een alibi kunnen verstrekken. Ja. Maar die meneer die weet heel veel erover en die promoveert erop. En die meneer die erop promoveert, die kan natuurlijk altijd gratis reizen. No, nee, hij doet het niet. Hij doet het voor de wetenschap dat hij het heeft getoond. Maar hij zal er zelf geen misbruik van maken. Oh, hij is een nette heer. Nou, hartstikke goed, Ruben. Dankjewel. Ja. En dan had ik nog iets voor betreffende de taxi en de blauwe kentekenplaat. Ja. Voor zij die het willen nalezen. Die meneer heeft het goed beantwoord, hoor. Tenminste, zakelijk was het heel goed. De wet personenvervoer over de weg. Burgerwetboek 8. En dan was er nog een vraag over de noodrem. Mm-hmm. Daar zijn er drie zaken rechtbank Amsterdam. De ene was misbruik door een voetbalhooligan. Yeah. En zijn verweer was dat zijn maat zich niet goed voelde. Dat verweer is verworpen. Mm. Omdat de rechtbank zei dat het volgend station een beter alternatief was, omdat daar adequate hulp geboden kan worden. Daar is de vraag blijft van wanneer mag je een noodrem gebruiken? De noodrem mag alleen en uitsluitend gebruikt worden ter afwending van direct levensgevaar. Oh, jeetje. Ja? Ja. Dus ja. En daar heb ik twee voorbeelden. Op station Muiderpoort kwam een mevrouw klem te zitten tussen de deur door een foute procedure van de conducteur. Nou, trekken aan de noodrem gerechtvaardigd, waar die mevrouw zou anders meegesleept worden door de trein. Ja, dat is levensgevaar. En we hebben nog één voorbeeld, maar nog maar 40 seconden. Oké, nou, het Centraal Station, zelfde geval ongeveer. Ah, lekker kort samengevat. En? Ja. Nachtzuster, vergeet je straks de crypto niet. Nee, ik ga meteen nog, want ik heb nu nog 30 seconden, dus ik ga hem voordragen. Dankjewel, Ruben. Alsjeblieft, Nachtzuster. Dag, tot de volgende keer. Dag. Hoi. Het cryptogram of de crypto van vannacht die luidt als volgt. Lichtdrager die maxima verkoeling geeft. Een lichtdrager die maxima verkoeling geeft. 12 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die oplossing, vragen en antwoorden kunnen zoals altijd naar 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Burak. Ja. Goeiedag. Hi. Goeienacht. Hoi. Ik wilde eigenlijk even antwoord geven op dat met de homo's. Dat zij over het algemeen wat losser zijn. Als dat de vraag was, hoe dat komt, zeg maar. Ja. Ja, ik ga nu ook een beetje twijfelen wat de basis van de vraag was.
Nou ja, goed, dat zei over het algemeen dat hetero's een drankje nodig hebben om je voor te stellen en homo's dat ook nuchter kunnen doen. Ja, of dat homo's toch minder vaak een blad voor de mond nemen of zo. Volgens mij is dat een beetje de strekking. Ja, precies. En, nou ja, mijn idee, ik ben zelf geen homo, maar ik heb wel het idee dat voor homo's, of homoseksuelen, zij zijn natuurlijk uit de kast gekomen. En dat is denk ik het meest belangrijke in hun leven ooit geweest. En iets groters zal niet gebeuren, denk ik. Dus ik denk doordat ze al uit de kast zijn gekomen, eigenlijk niet zoveel meer hebben om voor te schamen, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel, dan... Ja. Ja, je bent al uit de kast gekomen. Je hebt al aan iedereen laten weten dat je homoseksueel bent. Nou, sommige mensen voelen het heel hard aan. Sommigen die voelen daar niks bij. Ik denk dat eigenlijk de reden is dat homoseksuelen... Ik ken er een paar. En die zijn al eenmaal wat losbandiger. Die zijn al eenmaal wat grover. En ook nuchter zijn ze nogal grof. En dan niet zozeer negatief grof. Maar ook gewoon met gatjes maken... Direct recht door zee. Ik denk dat de reden daarvoor is. Dat is eigenlijk mijn denkwijze voor die vraag. Ja, inschatting, ja. Mijn inschatting, inderdaad, ja. En al zeg ik het zelf, klinkt ook best logisch. Ja, nu je het zo hoort. Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om te generaliseren. Maar het feit dat de term valse nicht überhaupt bestaat, betekent dus... Dat inderdaad dat niet altijd het blad voor de mond nemen toch af en toe kenmerkend is. Ja, precies. Maar ja, dat het met de coming out te maken heeft, ik weet het niet. Ik vind het ook zo'n aanname om te zeggen dat het belangrijkste of het grootste of het meest indrukwekkende is in iemands leven. Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Is ook zo, alleen denk ik wel dat het voor homoseksuelen toch wel een grote drempel is. Het lijkt me niet makkelijk, zeg maar, om uit de kast te komen. Maar dat vind ik al, dat vind ik eigenlijk, terwijl ik er zo met jou over aan het praten ben, vind ik dat al shocking. Wat? Maar is het, ik kijk natuurlijk ook wel eens naar zo'n programma van Arie Boomsma of dat soort dingen, alleen ik denk van ja. In heel veel gevallen is het toch helemaal niet moeilijk om uit de kast te komen meer? Nee, het wordt steeds meer geaccepteerd, daar heb je gelijk in. Het wordt ook steeds makkelijker op een of andere manier, zeg maar. Dat er steeds meer over gepraat wordt in de maatschappij. Maar ik ken dan toevallig een oom van een kennis, die is ook getrouwd, dat is een homoseksueel stel. En die hebben mij hun ervaring ook een keer verteld toen ze uit de kast kwamen. Dat zulke mensen die komen op een bepaalde leeftijd achter. En dat betekent niet dat ze gelijk eraan toegeven. Die proberen eerst nog uit te zoeken of ze of misschien een fase is. Of soms gaan daar jaren overheen. En soms misschien wel tientallen jaren. Er zijn ook heel veel mensen die pas op late leeftijd echt beseffen dat ze homoseksueel zijn. En ik denk dat als ze daar eenmaal vanaf zijn van dat gevoel... Dat ze dan flink erop losgaan, om even zo te zeggen, in alle vormen en maten. Ja, ik vind het nog steeds, weet je, het is voor mij, misschien dat ik gewoon een beetje verwend ben, dat het voor mij niet meer zo bijzonder is. Nee, ik hoop graag dat als iemand anders een betere verklaring heeft, hè, dan hoor ik dat graag. Ik luister nog even mee. Ja, het blijft denk ik toch een beetje filosoferen, ja. Ja, precies. Ik had zelf nog wel een vraag. Ja. En dat ging over het feit dat je mag geen monopolie hebben als het aankomt op bedrijven, zeg maar. Mag geen monopolie hebben in Nederland. Dus dat betekent, corrigeer me als ik het fout heb, maar dat je niet de enige mag zijn die die dienst of dat product verkoopt. Of op die manier zaken doet. Hoe begin je dan iets wat nog niet bestaat? Als jij niet de enige mag zijn die dat doet. Ja. Dat is eigenlijk mijn vraag. Want ik ken iemand die doet, die heeft een heel groot bedrijf in de Benelux met inkoopnetwerken. Maar daar is toen heel veel gedoe mee geweest. Omdat hij de enige was. Ja. Was.
Maar ja, er moet dus concurrentie zijn op een of andere manier. Maar ja, als jij iets nieuws op de markt brengt, moet je dat dan aangeven bij iemand anders. Van, hey, ik heb een nieuw idee. Ik ga dat, ga jij dat ook doen? Want anders kan ik er helemaal niet mee beginnen. Ja, ja, daar zit wat dat in. Dat idee krijg ik erbij. Als iemand mij daar een antwoord op kan geven, zou ik heel blij zijn. Ja, ik zit er even over na te denken. Wat nou als je gewoon iets nieuws wil gaan doen wat verder niemand anders wil doen? Als je, ja, nou, dat mag niet, want je bent de enige. Een monopoliepositie. Ja. Dat mag niet in Nederland, voor zover ik weet. Nou, ik ben benieuwd. Dit klinkt heel onlogisch, maar ja, als je een beetje theoretisch blijft nadenken, dan zou het zomaar kunnen. 0800-1121. Dankjewel, Burak. Burak. Dankjewel, hè. Ja. Goeienacht. Okay, hoi. Hoi. Joop. Hallo. Hi. Morgen. Ja, ik had twee vragen. Ja. Over die conducteurs. Ja. Hebben die stil alarm eigenlijk bij zich? Want als ik conducteur was... Nou, ze hebben wel een fluitje. Ja, fluitje, ja, dat is nogal stil, zeg. Hallo. Kom nou. Ja. Maar als ik conducteur was, hè? Ja. En ik zou als eenling geconfronteerd worden met een stelletje agressievelingen. Ja. Dan is er eigenlijk een paar ME'ers zijn er voor nodig. Ja, nou, dan moet je er niet naartoe gaan lopen. Zonder dat je eventjes laat weten dat je er naartoe gaat lopen. Ja. Er naartoe gaan lopen. Kijk, ik zou vragen van... ik moet even de kaartje controleren. Geeft u me alsjeblieft even een kaartje. Ik zou gewoon beleefd beginnen. En als ze dan agressief worden, ik zou gauw zeggen van... Jongens, oké, ik loop door. Want als een conducteur in elkaar geslagen wordt... Ja, dat is veel kostbaarder dan die paar kaartjes. Oh ja. Top? Ja. En ik zou willen dat ik dan stil alarm... Volgens mij hebben ze een apparaatje in de hand, die conducteurs. Dan zou ik willen dat ik stil alarm kon slaan, dat de machinist meeluistert. En die kan de politie onmiddellijk bellen. Ja. Terwijl ze dat, dat agressieve zootje, ja, dat weet dat gewoon niet. Ik zou gewoon doorlopen en de politie zoekt het maar uit. Ja. Dat lijkt mij. Ja, het zijn natuurlijk allemaal een beetje... het is natuurlijk allemaal makkelijk discussiëren over niet bestaande situaties. Nee, maar hebben ze stil alarm? Dat is mijn vraag. Ja, nee, dat is een goede vraag. Want we hebben het wel over de conducteur, maar een conducteur of een reiziger, überhaupt als iemand in de trein in gevaar komt, wat is dan de mogelijkheid om zo snel mogelijk te waarschuwen? Hoe gebeurt dat? Precies. Ja. Maar stil alarm lijkt mij de snelste, de onmiddellijke zaak van de machinist die kan wel meeluisteren, denk ik. Dat kunnen ze technisch wel realiseren. En die kan alarm slaan, die kan de politie bellen. Het zou handig zijn. De vraag is het zo? 0800-1121. Dankjewel Joop voor je vraag. Mag ik vraag 2 stellen? Ja. Ja, over de tijdgeest. Hè? De tijdgeest. Er zinkt iets rond in de tijdgeest. Oh. En dat hoor ik dan, dat heb ik al gehoord van ons staatshoofd Willem-Alexander. Leden van de regering, politiek, het journaille. Bekende personen, onbekende personen, enzovoort, enzovoort. En volgens mij is het gewoon geleuter. En het zinkt al tientallen jaren rond, zonder dat er iets van gedefinieerd wordt. En daarom is het geleuter. En ik heb een testvraag bedacht en Bout gezegd, is dat de hamvraag van de eeuw? Oh. Mag ik hem stellen? Ja. Zijn nou bijvoorbeeld vrijheid en democratie, waar het steeds om gaat, dat hebben wij in pacht natuurlijk, we zijn de kampioenen van de vrijheid en democratie, maar zijn politiek correct of politiek incorrect? Dat zou ik wel eens willen weten. Want het begrip politiek correct wordt totaal niet gedefinieerd. Gisteravond, donderdagavond, hoorde ik weer iemand leuteren over politiek correct. En ik heb een kleine mailwisseling gehad met Van Daals Woordenboek.
En die voldoen gewoon niet aan hun eigen criteria. Ja, dus de vraag is, kort samengevat. De vraag is, wat is per definitie politiek correct? En zijn dan feiten democratie politiek correct of politiek incorrect? Want vrijheid en democratie zijn het grote goed. En als je zegt politiek correct, dat is hartstikke slecht, hartstikke hopeloos. Dan kunnen vrijheid en democratie toch niet politiek correct zijn? Dan moet de vrijheid en democratie wel politiek incorrect zijn. Nou. Als iemand de vraag begrijpt of een antwoord weet, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Joop. Ja, het is lekker stokpaard, maar kijk, het zit al tientallen jaren rond. Joop? Joop? Er was één meneer Bolkestein. Joop? Joop? Meneer Bolkestein. Joop? Ja, ik ga hem door, hoor. Hé, hey, bedankt, hè. Oké, nou... Ja, doeg! Ja, ik twitter er wel eens over. Ja. Dat kunnen ze ook bekijken. Ja. Het is wel mijn pseudoniem, maar Joop Haring. Oké. Hey, bedankt, Joop Haring. Doeg. Gooi nog even een visje uit. Meneer De Gouw. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik een incorrecte, politiek incorrecte vraag stellen? Die geluidsdrager, geeft die ook Willem-Alexander verfrissing? Ho. Ik begrijp waar je op hint. Over de crypto. Nee, maar het was geen geluidsdrager, het was een lichtdrager. Ja, die lichtdrager. Ja, en die geeft niet verlichting, maar verkoeling. Ja, ook aan Willem-Alexander, want je had het over Max. Even denken, ja. Dan denk ik dat het een kroonluchter is. Even, maar moet het dan ook met Willem... Oh, want als Willem er niet onder zou staan, zou het geen kroonluchter kunnen zijn. Ja, het geldt voor allebei, hè? Ja, is ook. Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat als het maxima verkoeling geeft, dat Willem-Alexander vanzelf ook een beetje afkoelt. Ik denk, ik bel even, want bij ons wordt Koningsdag gevierd in Dordrecht. Oh? Het wordt bij ons groot feest. En wat? 20 april. Koekhappen in Dordrecht? Nee. Oh. Nee. De stad is in rep en roer. De agenda is al bekend wat er gedaan gaat worden. En het worden geen volksfeesten, behalve misschien op het laatst. Dan is er een muziekfeest op het plein. Oké. Nou, dat klinkt als een en al gezelligheid. Maar het begint met een botenschouw. Een botenschouw? Op het Groothoofd. Ja. Want Dordrecht ligt aan de drukst bevaren rivier in het kruispunt van Europa. De Merwe. Meneer De Gouw. Ja. Dit is Nachtzuster, hè? Niet Ontdek je plekje. Oké. Een beetje een stukje Dordrecht-promotie waar je u tegen zegt. Ja, en daarna gaat hij naar de Grote Kerk en naar het Hof wordt geopend. Nou, er gebeuren heel veel grote... Het is een en al gezelligheid. En zit u er dan met een kleedje met daarop onder andere de prijs die ik u toe ga sturen? Nee, want het wordt veel te druk. Ik denk dat ik het gewoon via de televisie volg. Oh, dat is ook wel zo verstandig, ja. Goed, even kijken. De lichtdrager die maxima verkoeling geeft van 12 letters... moest inderdaad een kroonluchter worden. Ook een beetje vanwege Koningsdag, maar vooral ook omdat... maxima tegenwoordig gewoon een kroontje draagt af en toe, hè? Oké. Ja, ze tijdens staatsbezoeken heeft ze gewoon daadwerkelijk een luchtig kroontje op. Een soort aardbeidje wordt ze dus. Oh, ja. Nou, het is geen groen kroontje, maar ik had de vergelijking nog niet gezien. Ik stuur wat op. Dank u wel. En het is geen kroontje, maar wat het wel is, weet ik nog niet. Oké, nou veel plezier met Koningsdag. En veel plezier in Dordrecht ook. Joe. Ja, dank je wel. Dag. Voor Maxima is dit René Vroger. Frank. Ja, hallo. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heet Bernard, hoor. Oh. Maar mijn achternaam is Frank. Oh, dag Bernard Frank. Ja, ik woon in het Bernard Frankhuis. Ja. Ja, nou, het is nog waar. Van het Frankhuis, ja, oké. Ja, ik zat een beetje met kromme tenen bij de meneer die het had over de valse nicht. Ja. Ja, kijk, homofielen onder elkaar gebruiken ook het woord nicht. Want niet elke homofiel is een nicht. Het is nogal behoorlijk generaliseren en het is wel een beetje een mensen in een hoek zetten. Vals is ook een semantische kwestie, want vals betekent ook niet echt. Dus als iets vals is, betekent het ook niet echt. Dus niet een echte nicht. Oh. En nicht
is natuurlijk bedacht door mensen die zeggen dat zijn vooral nichten, zijn vooral homofielen die zich overdreven vrouwelijk gedragen. Ja. En overdreven, overdreven zich uiten. En er zijn ook homofielen die helemaal zich gewoon gedragen zoals als mens gedragen. Laat ik zeggen dat de nichten er geen mensen zijn, dat bedoel ik niet. Maar dat ze zich net zo gedragen als heterofielen. Snap je? Ja. Dus die helemaal niets van het uitbundige gedrag zoals sommige nichten zich gedragen. En zijn homofielen die noemen een andere... ben jij een nicht, zeg, of een valse nicht. Ja. Snap je? Ja, nee. Kijk, in de andere talen zijn er ook andere woorden. Want waar komt nicht vandaan? Ja, ik weet het niet, hoor. Nee. Maar als je het over nicht hebt, heb je het over een vrouw. Want valse neven bestaan niet. Hè? Ja. Ik heb er nooit over een valse neef gehoord. Jij wel? Nee, nog niet. Nee. Alhoewel, ik heb een neef, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Nou, dat is misschien ook een nicht. Hè? Dat is je neef een nicht. Oh, nee, dat geloof ik niet. Maar dat ga ik eens vragen. Denk ik, ja. Goed, we dwalen af. Ja. Oké, we dwalen af. Maar je hebt dus in de diverse talen heb je andere woorden voor homofiele. Een fruitcake, een Jeannette in het Frans. Een boeler in het Surinaams. Ja, een Jeannette heet het in het Frans. Hè? Ja, een Jeannette. Een poefter in het Engels. En dan heb je nog de andere woorden die nou niet zo, zo leuk zijn voor de homofiele aan te duiden. Dus generaliserend is zeggen dat elk homofiel een nicht is. Dat is dus niet zo. Ja, ik vind het ingewikkeld. Maar als jij het zegt, nou ja, dan zeg jij het. Laat een homofiel opbellen. Laat een homofiel. Het was een homo die met de vraag kwam. Nou, geen aangaan. Dus het is. Weten. Nou ja, dat is ook generaliseren. Dat je denkt dat homo's alles, maar dan ook alles van homo's afweten. Dat zou kunnen, ja. Dat is waar. Dat is waar, nachtzuster. Ja, daar zitten we. Heb ik dan weer een punt. Nou, Bernard, bedankt. Dag, Astrid, dag. Doei, goeiedag. Hoi. 0800-1121. Wim? Ja, daar ben ik. Zeg dag, het eens. Astrid. Ja. Ik moet even wat zeggen. Ik hang al een tijdje met een draadloze telefoon. Ja. Ik kan zo wegvallen, afhankelijk van mijn batterij. Maar dat Nou, snel. Ja, daar kom ik. Ja. Ik heb gehoord, en ik weet niet of het waar is, dat als je een parkeerkaart koopt ergens en je geeft hem door aan iemand die net aan... Ach ja, belachelijk. Ja, daar had ik eigenlijk heb ik moeite mee. Want stel dan dat je een huisje huurt op Texel. Ja. Of 14 dagen. Ja. En na een week zeg je van nou, ik heb het wel gehad hier. Ja. En je geeft dat de rest van die 14 dagen cadeau aan je zoon of aan een andere familielid of aan een vreemd. Krijg je dan een boete van degene die het verhuurt? Want ik huur toch die plek voor mijn auto als ik hem parkeer. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar dat is het. Jij huurt... Ik heb er wel naar zitten luisteren, want ik vond het ook fascinerend. Dat het inderdaad zo is dat je niet je parkeerkaartje, als je eerder weggaat, aan iemand anders mag geven. Maar dat komt omdat je die plek reserveert inderdaad voor jouzelf en jouw auto. En dus niet weer voor iemand anders. Dus iemand anders moet daar dan weer... Ja. Ik kan het ook niet uitleggen. Maar blijkbaar zit er een gedachte achter. Maar misschien kan die Ruben helderheid verschaffen. Want wat is dat voor een overeenkomst die je dus op dat moment aangaat door een paar muntjes in een parkeermeter te gooien? Heel vreemd. Nou, de vraag is dus eigenlijk, waarom mag je je parkeerkaart niet doorgeven aan iemand anders als je eerder weggaat, toch? Wim? Ja, ik vergelijk het maar met het huren van een huisje op een vakantiepark. Dan krijg je toch ook geen zware boete als je daar iemand anders in laat wonen, terzij die overeenkomst. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik wou net zeggen, want dat is ook een overeenkomst op naam. Ja. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar de vraag blijft waarom dat nou eigenlijk niet mag. Want die plek die daar is voor betaald, voor die, zeg maar, dat komende uur.
Ja. Dus waarom moet iemand anders daar dan nog een keer voor betalen als hij hem gaat gebruiken? Ja, dat is natuurlijk. Misschien dat het ingecalculeerd is, dat soort dingen. Dus dat, het, dat als dat je dat niet meer incalculeert, dat de parkeerkaartjes duurder moeten worden. Het zal wel om de opbrengst te gaan natuurlijk. Ja, daar zal het uiteindelijk allemaal. Ook iets over die homo's. Want, ja, ik die heb homo's, ja. Homo-vriend. En ik beleef er ook veel plezier aan. Ik ben zelf 78 en al 53 jaar getrouwd, dus... Oh ja, voor de zekerheid. Niet mijn stil, maar... Nee. Ze zijn over het algemeen erg toegankelijk, ook naar elkaar toe. En het valt mij op dat als twee homo's elkaar aanhalen, onder wat voor omstandigheden ook, dan is dat wel geaccepteerd in die kringen. Maar als ik bijvoorbeeld een als hetero een vrouw benader, ja, dan krijg ik al gauw een klap op mijn kop of ik word aangeklaagd wegens onzedelijke handeling of wat ook. Ja, maar dat ligt aan jou. Ja, maar hetero naar een vrouw toe ligt even wat stroever dan homo's onderling als ze weten dat ze elkaar goed kennen of benaderen willen. Dus, ja, ik denk dat dat nog steeds ook verschilt per homoseksueel stel of per hetero man en vrouw in welke omstandigheid dan ook. Ja, maar doorgaans tussen man en vrouw is het zo van je moet elkaar al heel goed kennen. Wil je gaan knuffelen of wat ook, maar dat knuffelgedrag dat... is toch wat geprononceerder bij de homo's. En dat wordt ook meer geaccepteerd onderling. Ja, dan is het toch een generalisatie. En een generalisatie die soms opgaat. Ja. We zitten wel in het al te praten. Ja, nou ja, het is altijd heel moeilijk. Want het verschilt natuurlijk per geval en geval. Maar goed, maar ik ga hem nu ook... er kan natuurlijk altijd nog iemand over bellen. Ik ga op zoek naar een uitleg... Ik ga op zoek. Wakker houdt elke donderdagnacht. Ja, dat doe ik graag, Wim. Ja. En ik hou je nu wakker met de zoektocht naar de vraag of een antwoord op de parkeerkaartenvraag. Oké, misschien dat Ruben, die zit nogal in die rechtspositie te grutten. Ja, wie weet. Dat hij een oplossing heeft, of zegt hij ook van... Maar Wim, als je nu per se, als je Ruben aanspreekt, dan denken alle andere mensen die gewoon het antwoord weten, nou dan bel ik maar niet. Ja, maar ik heb een hoge waardering voor zijn kennis. Dus, dat is waar. Ja. Nou, wie weet, belt hij nog een keertje. Ik ga op zoek, Wim. Iedereen is welkom. Oh, gelukkig. Doeg. Jo, prettige nacht nog. Hetzelfde. Dag. Doei. Meneer Roodhuizen. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik denk, iedereen is welkom, hoor ik de laatste bellen zeggen. Dus daar ben ik blij mee. En als Wim het zegt... Ja, en ik denk ook misschien belt Ruben, maar die had al gebeld, dus ik denk dan bel ik even. Heel goed. Maar de crux zit hem in het feit dat parkeergeld, daar over zo'n bonnetje betaal je belasting. Het is dus belastinggeld wat je betaalt. Oh. En als ik mijn parkeerbonnetje waar nog alles op staat aan jou geef, en de parkeerwachter ziet dat, dan krijg jij de bekeuring en niet ik. Jij krijgt de bekeuring omdat jij over dat parkeerbonnetje wat je van mij krijgt geen parkeerbelasting hebt betaald. En daar zit hem de crux. Maar, zeg maar, dat rechthoekje waar ik op ga parkeren... daar is al belasting over betaald, door jou namelijk. Ja, en dat is dus een persoonlijke belasting. Iedereen moet dus zelf een kaartje kopen. Het is te belachelijk voor woorden, dat is Nederland van tegenwoordig. En ik voel me er steeds minder op mijn gemak. Dus ik geef mijn kaartje ook altijd door. Maar altijd even goed in de gaten houden of je zo'n parkeerwachter ziet... Want anders is degene aan wie het kaartje geeft, die krijgt dus een bekeuring. En dat is geen bekeuring, want natuurlijk is het wel een bekeuring, maar... Het is een aanslag parkeerbelasting. Juist. Oh. Ja. Oh. Ja, daar zit het hem in. Het is toch wat, hè? Zelf, hè? Ja, maar ik denk dan soms ook... ik denk dan als parkeerwachter, dan moet je je toch ook heel onprettig voelen als je dit moet handhaven. Als parkeerwachter moet je je ogen uit je kop schamen als je iemand op deze grond aan het papier nagelt. Maar ja, wij hebben natuurlijk met elkaar hebben we bepaald dat het zo moet. Dus dan is het dan is die alleen maar degene die het handhaaft. Maar het lijkt me wel pijnlijk. Sorry, maar count me out. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon, als je erover nagedacht, is dit te zot voor woorden. Nou, dat gezegd hebbende, vink ik hem lekker af. Bedankt, meneer Roodhuizen. Dat is goed. Dag. Oké, een succes met je programma. Ja, bedankt. Fijne vrijdag. Joe. Dag.
Hey Timo. Timo? Ja? Hallo. Hi. Hi. Ik nadenken lukt niet zo goed vannacht, maar misschien dat ik toch nog een aantal dingen kan toevoegen. Ja. Maar dan moet je wel een beetje helpen hoor. Dat kan ik. In die zin van als je iets hoort wat niet waar is, dan moet je het zeker zeggen. Oh ja, maar jij weet beter wat er wel en niet waar is dan ik, hè? Nou ja, ik of het goed genoeg is, zeg maar. Nou, kom maar door. Oké, van het oog weet ik in ieder geval dat binnen het focuspunt, dus waar je echt naar kijkt, zeg maar, dat je daar je oog gevoeliger is voor detail, maar minder gevoelig voor licht. Oké, dus dan is het vrij logisch qua ster. Ja. Ja. Dus dan, als je ernaast kijkt, zie je misschien de contouren van de ster wat slechter, maar de licht die het afgeeft, dat neem je wel scherper waar. Politiek correct is volgens mij dat je de vrijheid die je rechtmatig wel hebt, niet gebruikt om te voorkomen dat je iemand kwetst waarvan je het weet. Hmm. Dus je hebt wel, zeg maar, juridisch gezien het recht om een bepaalde uiting te doen of een bepaalde handeling te doen, maar je doet dat niet, gewoon uit beleefdheid, zeg maar, omdat je weet dat degene die je hoort, of die je ziet, of die je voelt, dat die met die handeling of met die uitspraak wordt gekwetst. Dus je bent gewoon iets beleefder dan, zeg maar, waar je rechtens toe gedwongen bent. Ja. Een monopolie van een nieuw product. In principe wordt een monopolie pas relevant als de markt volwassen is. Dus als, zeg maar, iedereen van die dienst of dat product wordt voorzien. Want dan kan de winst pas goed verhoogd worden door hogere prijzen te vragen zonder dat er concurrentie is. Maar als je net met een nieuw product begint, gaat in eerste instantie wordt dat gedoogd omdat je nog kan uitbreiden naar alle kanten toe, zeg maar. Maar als een monopolie echt te heftig wordt, in die zin van dat er onredelijke of woekerprijzen worden gevraagd, dan grijpt de overheid in door zo'n bedrijf op te breken. Dat is toen met Alexander Bell gebeurd in Amerika. Die had, zeg maar, bijna alle elektrische apparaten had hij onder zich. En toen werd dat gewoon opgebroken door de overheid in een lichtdivisie en in een machinedivisie, et cetera, et cetera. Dus je kan in principe gewoon je gang gaan totdat je teruggefloten wordt en dan wordt je bedrijf opgebroken. Je hoeft niet je concurrenten zelf te vormen, maar dan wordt je bedrijf gewoon opgehakt in stukjes, zeg maar, die vanzelf weer nieuwe concurrenten worden. Als Uber bijvoorbeeld, zeg maar, echt uit de klauwen loopt. Ja. Dan wordt vanzelf, dat is heel makkelijk te splitsen, want dan kopieer je gewoon die hele infrastructuur naar verschillende bedrijven en dan laat je die verder een eigen gang gaan onder een aparte directie die niet met elkaar een kartel gaan vormen. Dus dat is in principe heel makkelijk te doen. Dus je kan gewoon je gang gaan en als je het niet meer goed is, dan hoor je het wel, maar je wordt er nooit slechter van. Oh, nou dat klinkt in ieder geval heel positief. Preventieve gezondheidszorg, waarom daar niet meer geld in wordt gestopt. Ja. Het is heel moeilijk om daar geld mee te verdienen. Want wat je nodig hebt voor preventieve gezondheidszorg is betrouwbare informatie en eigen inspanning. In die zin van dat je je gewoonte verandert. En die betrouwbare informatie, dat is in principe negatief voor degene die medicijnen produceren, dus die proberen natuurlijk via allerlei wegen, hebben die de impuls, de prikkel om desinformatie te verspreiden. Dus het is heel moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen. En als dat lukt, ja, je kan niet zeggen van ik heb jou die informatie gegeven, betaal je de rest van je leven maar 100 euro per maand aan mij. Terwijl die informatie wel heel duur is om te verkrijgen. Nou, is er wel onlangs, dat hoorde ik toevallig op de Radio 1 ook, in de nacht van zondag op maandag. Er is onlangs wel in samenwerking met allerlei wetenschappelijke instituten een website gemaakt die heet persoonlijkegezondheidscheck.nl. Ja. En daar wordt wel heel begrijpelijk en ook met betrouwbare achtergrondinformatie wordt gekeken van wat je kan doen om
beter te zorgen dat je niet ziek wordt. Maar waar het volgens mij op neerkomt, en dat zei een professor zondag bij op CNN, bij Farid Zakaria, GPS, die zei van, eigenlijk zijn het maar vier dingen. Eat well, dus eet gezond. Move more, dus beweeg meer. Yeah. Stress less. Stress dus, less, maak je niet zo druk, minder druk. En love more, dus doe de dingen meer met liefde. Doe meer liefdewerk. Doe meer liefdewerk, dat is mooi eigenlijk. En je kan natuurlijk ook de voor de hand liggende dingen zoals stop met roken en stop met drinken gaan toevoegen. Ja. Nou ja, maar het is het probleem met preventief of geld steken in preventie van ziekte, is dat het niet meetbaar is. Je kunt niet, zeggen na een jaar van nou, we hebben nu zoveel geld erin gestoken, er zijn zoveel mensen minder ziek geworden, dus het levert meer op of zo. Want dat weet je niet. Je weet niet hoeveel mensen er anders ziek waren geworden. Ja, dat weet je wel, alleen je weet niet wie. Dus je kan niet persoonlijk geld in rekening brengen. Oh ja. Dus het moet een collectieve, het moet een collectieve inspanning zijn. Zorgverzekeraars komen er wel voor een aanmerking, maar dan wel gezamenlijk. Want anders heb je natuurlijk kans dat de gezonde personen door een of andere zorgverzekeraar weg worden gelokt van de een naar de andere. Dus niemand zal dat, geen enkele zorgverzekeraar zal dat individueel doen, maar gezamenlijk kunnen ze dat wel doen. Ja. Alleen je hebt ook nog te maken met open grenzen, et cetera, et cetera. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. Nee, en het is een hoop gedoe. En daar houden mensen in principe niet van. Nou, als ze er geld mee kunnen verdienen, dan vinden ze het niet erg. Ja. Geld is een taal die veel mensen spreken. Daar zit wel weer wat in, ja. Over die insecten, wat wel zo is met insecten. Insecten die zetten plantaardige eiwitten veel efficiënter om in dierlijke eiwitten dan, zeker dan runderen. Maar ook beter dan varkens, zelfs beter dan kippen. Dus je hebt er gewoon minder grond voor nodig om plantaardig materiaal te verbouwen. En dat is een beetje het knooppunt van de voedselvoorziening in de wereld. Dat er te weinig vruchtbare landbouwgrond is. En bovendien is die nog kwetsbaar. Om genoeg plantaardig materiaal te maken. Om genoeg diervoer te maken. Om genoeg dieren om te zetten. Maar ja, helemaal zonder dierlijke eiwitten leven is toch wel, heeft wel ook wel nadelen. Dus insecten is zeker wel een stukje van de puzzel. Ja. Omdat het gewoon veel efficiënter is in die zin. Maar ja, als het allemaal heel makkelijk is, dan komen er weer meer mensen. Dus het is allemaal ook niet zo makkelijk. Nee. Over die maculadegeneratie, daar had je vorige week, hadden jullie het er ook over. Ja. En nu net weer. Toevallig kwam het voorbij in verband met die sterren. Ik hoorde toevallig bij BNR ergens dat daar eieren voor worden gemaakt. Dat is een Nederlandse uitvinding, die wordt momenteel geïnternationaliseerd. Er zijn ook Amerikaanse investeerders. En eieren zijn dan zo gemaakt. De kippen zijn zo gemaakt dat ze eieren leggen die ingrediënten hebben waar de maculadegeneratie niet door wordt genezen, maar wel door wordt voorkomen of door wordt vertraagd. Oh. Dus als diegene nog luistert die daar zich zorgen over maakt, zoeken naar eieren. Ik weet niet ik weet niet precies meer hoe die eieren heten, maar ze schijnen al in de handel te zijn. Het klinkt wel goed, zoeken naar eieren zo vlak na Pasen. Ja, gebakken of bevrucht. Ja, leuk. En dan die auto met die voorruit. Ja. Kan die niet gewoon op de wind staan? Ja. Ja, maar dan staat hij dus altijd op de wind. Dus dan moet er dus ergens een... het kan natuurlijk als hij altijd op dezelfde plek staat. Als je een straat hebt die de wind geleidt, zeg maar. Ja. Of die ook op de meest voorkomende windrichting staat. En die auto staat altijd parallel geparkeerd, dan staat hij altijd dezelfde kant uit. Hmm. Maar goed, dat is maar een optie hoor. Ik weet niet. Ik zou hem om te proberen, zou hij hem eens een keer overdwars kunnen zetten. Ja. Gewoon ook overdwars in een parkeerplaats. Ja, zo half op de stoep, half op de... Maar ja. Ja. Het is maar een idee hoor. Niet doen hoor. Oh. En anders krijg je weer een boete. Hij staat al buiten nu, ja. En dan die Amerikaanse artiesten die niet bekend zijn in Nederland, misschien willen die gewoon helemaal niet toeren buiten de Verenigde Staten. De meeste Amerikanen zijn vrij patriotisch. En zeker in die country kringen heb ik het idee dat ze toch nog wel vrij, ja,
nationalistisch zijn, dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om buiten Europa te toeren. Dus nou, ze doen in ieder geval misschien geen inspanningen voor om buiten Amerika bekend te worden. Zou dat het ze zelf niet interesseert. Ja, wat kan het hun schelen, die twee mensen in Nederland? Ja. Twee CD. Misschien vinden ze het wel leuk om een keer naar Amsterdam te vliegen als hoofdstad van Denemarken en daar dan een keertje op te treden. Maar... ja, maar dat ligt helemaal aan het karakter van die mensen. Sommige mensen zijn echt onbekend, maar onbemind. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar waarom geldt dat dan niet voor andere grote Amerikaanse artiesten die wel... ja, misschien wat mondialer, wat cosmopolitischer ingesteld. Ja, dat country toch wat nationalistischer zien is. Het ligt ook aan het milieu dan misschien een beetje waar je in bent. Ja. Ja. Als je erg patriotisch bent en heel erg van USA, USA... oh ja. En fuck the rest of the world, dan wil je misschien niet graag ergens anders naartoe. Ja. Nou, en dan daar heb ik echt wel je hulp voor nodig over die valse nichten. Ja, ja. Ik denk in ieder geval dat het vrouwelijke element, zeg maar, is toch dat je wat bewuster bent van je gevoel, volgens mij. Gewoon van wat er zich binnen in je lichaam aan emoties en gevoelens beweegt. Ja, je zegt het alsof je nu denkt dat ik iets moet gaan ontkennen, maar nou, dat doe ik nog niet, hoor. Als één zich bewust is van de gevoel, ben jij het wel. Nou ja, op de radio, ik ben wel de vrouw in dit gesprek, maar het is... Nee, maar gewoon van alle mensen op de radio ben jij, nou, misschien Jan Mom ook wel een beetje. Jan Mom? Maar ja, die is er ook wel bewust van zijn gevoel, volgens mij. Oh. Maar goed, jij bent wel echt extreem bewust van je gevoel, volgens mij. Bewust van mijn gevoel? Extreem bewust van hoe je voelt, ja. Oh. Ja, toch? Weet ik niet. Ik ga niet kriekeboe spelen. Nee, ik heb nooit gedacht dat ik heb nooit gedacht van... goh, wat ben ik me eigenlijk extreem bewust van mijn gevoel. Niet? Nee. Ja. Maar dat komt maar je bent wel bijzonder lichtgevoelig. Oh. Toch? Nou, zo voelt het niet. Nee. Dus het is gewoon... dus het gaat allemaal automatisch. Ja. Maar ja, ik weet niet anders, weet je. Maar het is... maar het is wel iets wat jij zegt. Ja, ik weet niet of als vrouwen zich meer bewust zijn van emoties, of dan homo's dat ook zijn. Is het dan een... nee, vrouwelijke mensen, zeg ik. Vrouwelijke mensen. Dus vrouwelijke van mensen. Vrouw of man, maar vrouwelijke mensen. Je maar hebt ja, dan. Mannelijke vrouwen toch? Maar dan heb je dus niet vrouwelijke mensen, maar gewoon emotionelere mensen. Ja, nou, zo kun je het ook zeggen. Maar ik noem dat dan voor gemak zelf maar even vrouwelijke mensen. Ja. Dan begrijpt iedereen het. Ja. Maar dat is een beetje zeggen, mannelijke mensen en verstandige mensen noemen we voor het gemak even mannelijke mensen. Nee, niet verstandig. Oh. Mensen die erg in hun hoofd zitten. Dus rationelere. Rationelere. Nou ja, of het rationeel is, weet ik niet. Maar in ieder geval die heel erg met gedachten en structuren en aan het schaken zijn, zeg maar. Ja. En die hebben zeg maar min of meer zich afgeleerd, zoals veel mannen vroeger ook deden, om niet te letten op hun gevoel, om hun gevoel te negeren. Big boys don't cry, een beetje in die trant, zeg maar. Mm-hmm. Dus die hebben geleerd om dat gevoel te negeren. Dus ongeacht hoe je je voelt, je doet gewoon wat je weet dat juist is, zeg maar. Wat je denkt dat juist is. Ja? Ja, ik vind het te ingewikkeld. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik vond het leuk geprobeerd, Timo. Zal ik het niet afmaken nog? Of oh ja, maar dan nog één zin dan. Want anders is het straks zit Marcel Oosten hier al. En ik heb nog mensen aan de telefoon. Oké. Okay. ja, welke zin dan, hè? Ja. Moeilijk. Maatschappelijke positie, imago, sociale ontwikkeling en emotionele lichtgevoeligheid. Maar de laatste had ik al behandeld. Maar die combinatie, dat kan wel maken dat je, zeg maar, ook op wat je voelt. Of het nou, zeg maar... direct geblaft wordt en dat je terug wil blaffen. Want dat kan natuurlijk altijd. En dat is ook gerechtvaardigd. Maar ook, zeg maar, inhoud, de inconvenient truths, de ongemakkelijke waarheden die worden toegespeeld, die ook slecht voelen, dat je die ook terugblaft. En dat kan dan wel als valse nicht worden Bovendien, die lichtgevoeligheid, die komt dan volgens mij ook omdat homoseksualiteit in deze maatschappij en best wel ver in de wereld zwaar maatschappelijk onder druk ligt en dat je daardoor ook erg lichtgevoelig kan worden. Oké. Okay. Nou, ik ga er de hele week nog over nadenken. Dankjewel, Timo. Ja, ik ook.
Goed, hoi. Piekeren over een onderwerp dat aan bod komt. Dat kan zomaar ook gebeuren. Hans, goedemorgen. Ja, hoi. Zeg het dus. Ja. Astrid, het volgende. Ik ben snel klaar, denk ik. Het gaat over de bevroren voorruit. Ja. Ja, ik denk dat ik het weet. Oh. En het is wat Timo zegt, dat klopt niet. Dat klopt deels. Het heeft wel met de wind te maken, maar waar ik werk... De ene keer zeg ik mijn auto op het oosten, de andere keer op het zuiden, dan op het noorden enzovoorts. En het is altijd mijn voorruit die bij lichte vorst bevriest. En nou denk ik te weten hoe dat komt. Dat is namelijk zo dat de voorruit, die is gelaagd. Dat zijn eigenlijk twee dunne ruiten met daartussen een lijmlaag, een kunststof, soort kunststof lijmlaag. En ik denk dat het daardoor komt. Zijruiten, achterruiten, hebben die gelaagde laag niet, om het zo te zeggen. Ja. Dus die zijn dikker, die zijn dikker. Je voorruit bestaat eigenlijk uit twee dunne ruiten. Oh, oké. Okay. Dus als je nog op de grens zit van gaat die wel of niet bevriezen... dan is de voorruit net iets eerder dan de zijruiten. Juist. Precies. Ja. Precies. Maar ik vind toch dat gewoon een keertje proberen... om je auto overdwars in het parkeervak te zetten, dat kan geen kwaad. Als je dat leuk vindt, mag dat wel doen. Ik ben heel benieuwd. Dat het bevriezen van de voorruit, de eerder bevriezen van de voorruit niet uitmaakt. Oh, ja. En ik wil nog even advies, mag ik advies aan Timo geven? Ja. Die moet niet op het eind bellen, joh. Die moet een uur eerder bellen. Oh. Wat hij te vertellen heeft, dat is op zich is dat best wel iets om over na te denken. Ja. Best wel interessant. Ja. En dan is het eigenlijk best wel weer jammer dat hij de uitzending uit moet, omdat ik erachter ging. Dat voel ik me schuldig. Nou, dat hoeft niet hoor. Het was lang genoeg. Nou, dat maak ik zelf wel uit of dat hoeft jou of nee. Oh. Hey, Astrid. Ja? Goeiedag. Vind je het lang genoeg? Ja. Oké, doeg. 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 Benno. Met Benno. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Het antwoord is al heel erg gegeven. Als je een goed idee hebt, dan mag je best beginnen met een eigen zaak. Ja. Als het een goed idee is, gaan mensen dat vanzelf nadoen. Ja. Daar mag je dan geen prijsafspraken mee maken. Dan ga je het boel verzieken. Daar zijn ze heel streng op. Oh, oké. Okay. Maar... Dus beginnen. En als je nou... Begin en zodra een ander... Ja? Nee, maar als je nou de enige bent... Ja, dan ben je even de enige. En als het een heel goed idee is, dan gaan andere mensen dat absoluut kopiëren. Ja. En met die mensen mag je dan geen prijsafspraken maken om de markt te beheersen. Oké, okay, en als het een slecht idee is, dan verdwijn je vanzelf van de markt. Nou, weet je het vanzelf niet, ja, precies. En als het nou een, zeg maar, gemiddeld, nou, net iets ondergemiddeld idee is, dus je bent wel net populair genoeg om op de markt te blijven, maar niet populair genoeg zodat iedereen het gaat doen, dan mag het. Kijk, als er geen concurrentie komt, heb je geen probleem. Oké, okay. Maar dan heb je een monopoliepositie, dat mag niet. Ja, dan heb je het niet wel, maar er is niemand die concurrentie met jou aan wil gaan. Oh, oké, dus je mag wel de enige zijn, maar je mag niet, als er nog iemand is, de prijsafspraken niet maken. Nee, dat mag absoluut niet. Kijk. Nou. En dat kost heel erg veel geld als je daarop betrapt wordt. Kijk, we zijn gewaarschuwd. Dankjewel, hè. Ja, wat dacht ik. Oké, okay. Hetzelfde, goeie vrijdag. Hé, hey, dat is te laat. Martin, oftewel Begera van de chat, die houdt zo gaandeweg de uitzending altijd in de gaten wat er nog voorbij komt. Via Twitter, Facebook en natuurlijk ook de chat. En die heb ik aan de telefoon. Hé, hey Martin. Goedemorgen. Bars maar los. Oké, Peter Pantel uit Canada, die mailde. Ja. Over die bevroren vooruit, want dan zijn ze daar nog veel meer last van te hebben. Ja. Het heeft te maken met de stand van de ruit. De voorruit zit wat meer schuin, waardoor er meer dauw op komt zitten en meer last van de wind heeft. En daardoor bevriest hij eerder. Dus eigenlijk hebben zowel Timo als de bellen daarna hebben allebei gelijk. Oh, dat klinkt goed. Even kijken, dan over de nichten. Ik heb even uitgezocht waar het nou eigenlijk vandaan komt. En dan kom je erachter dat in 1730... er een rechtszaak was in het Hof van Friesland. En het nicht betekent vroeger eigenlijk een jonge vrouw of meisje van plezier. Die dus langs de kant van de weg stond. Het moet niet gekker worden. En dus een man die dus ook zich een beetje erg vrouwelijk gedroeg, was dus een foute vrouw. Want het is een man. Het is een valse nicht. Wauw. Dan werd er op de chat wel even nadrukkelijk erbij gevraagd of ik nog wilde melden dat homo's ook vrouwen kunnen zijn. Ja, daar zit wel wat in inderdaad.
Dus, maar dan zijn het weer geen valse nichten, maar nou, dit wordt ingewikkeld. Nee, oké, maar dan was even een politiek correcte opmerking. Ja, nou, daar zit wat in. Dus ja. Kunnen we gelijk door naar de vraag van wat is de definitie, want daar kwam Paulus mee. Politieke correctheid is een manier om van heel voorzichtig en omzichtig te hulp praten over onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Politieke correctheid is dan een aanduiding voor de vorm van genormeerd taalgebruik. Ook een aanduiding voor een vorm van genormeerd handelen en in het algemeen. Zo. Als het is. En dan de laatste over dat parkeerkaartje. Ja. Want dat heb ik ook gehoord. Het ging erom, mevrouw had een parkeerkaartje gekocht in combinatie met een bezoekerspas. En dan kreeg ze korting. Oh ja, want ze kreeg korting, maar degene die hem vervolgens overnam, die had natuurlijk geen recht op korting. Nee, en daarom mocht het niet. Ah ja, dat is ook wel mooi om dat nog even te vermelden dan inderdaad. Nou, dan hebben we volgens mij alle vragen waar ik nog antwoorden van binnen heb gekregen, hebben we behandeld. Nou, hartstikke bedankt en dan spreek ik je volgende week weer. Gezellig. Hoi. Hoi. Dit was Nachtzuster, tot volgende week. En de hele week kun je mailen hoor, als je wil. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. We kunnen vrijheid en democratie toch niet politiek correct zijn? Dan moet de vrijheid en democratie wel politiek incorrect zijn. Nou, als iemand de vraag begrijpt of een antwoord weet, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Joop. Ja, het is lekker stokpaard, maar kijk, het zit al tientallen jaren rond. Joop? Joop? Er was één meneer Bolkestein. Joop? Joop? Meneer Bolkestein. Joop? Ja, ik ga maar door hoor. Hé, hey, bedankt hè. Oké, nou... Ja, doeg! Ja, ik twitter er wel eens over. Joop? Dat kunnen ze ook bekijken. Joop? Het is wel mijn pseudoniem, maar Joop Haring. Nachtzuster, een programma van Max.